Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen. Het is 1 uur. Welkom bij het webinar Rendezvous Sensortechnieken van het Nut voor het Onderhoud. Het is natuurlijk een beetje om zo tegen een scherm te praten. Voor mij is het niet de eerste keer, gelukkig. Zou iedereen zijn geluid uit willen zetten van de presentatoren? Want ik hoor dat er nu iemand zijn geluid aan heeft. Ja, bedankt. Het geldt overigens voor de deelnemers dat zij niet kunnen praten via dit webinar. Dus ja, je kunt je geluid wel aanzetten, maar wij kunnen het niet horen. De vraag was wel of er een testgeluid te horen is. Ik zag dat Olaf dat had gevraagd. Hoor jij inmiddels mijn stem? Misschien wel goed om dat even te checken. Anders ga ik ervan uit dat het gewoon te horen is en dan praat ik gewoon verder. We hebben vanmiddag een redelijk strak programma. Elke spreker zal 20 minuten iets vertellen. En ik zal zelf de tijd behouden en tussen de sprekers door is er ruimte voor vragen. Vragen kun je alvast tijdens de presentatie stellen in de chat en ik zal ze dan doorzetten naar de live sessie. Mocht het nou zo zijn dat, dat je een vraag hebt gesteld die niet aan de orde komt in het beantwoorden van de vragen, dan is het wel handig om erbij te zetten wie de vraag gesteld heeft, want dan kan de spreker je vraag na de sessie alsnog beantwoorden. Waar ik ook verplicht toe ben om te vertellen is dat het webinar wordt opgenomen. Mooi, ik hoor dat ik prima te horen ben. Dat is altijd fijn. Dankjewel, Han.
Het webinar wordt opgenomen, dus ja, mocht je vragen willen stellen die je liever niet in een chat opgenomen wilt hebben, dan kun je ze beter stellen buiten deze sessie om. Dat zijn de huishoudelijke mededelingen. We zullen eerst gaan luisteren naar SKF en dan naar de presentatie van Tata Steel. Daarna zal er ook een korte pauze zijn waarin je even koffie kan halen of andere dingen kunt doen van 10 minuten. Dat zal om 2 uur zijn. En dan gaan we daarna weer verder met de rest van het programma. Volgens mij hebben we een heel gevarieerd programma met heel veel praktijkvoorbeelden. En ook wel een stukje theorie waarom het nou belangrijk is dat je sensoren gaat inzetten voor onderhoud en welke winst daarmee te behalen valt. Dus ik wens u een goed programma toe vanmiddag. We zullen beginnen met de presentatie van SKF. Nou, SKF is bekend vanwege dat zij marktleider zijn op het gebied van rotatie en lagers. Maar daarnaast helpen ze ook bij het optimaliseren van de machinebetrouwbaarheid en de beschikbaarheid van die machines. En vandaag zullen twee sprekers zijn, Geert Visser en Franklin Heinzen. Zij werken beide bij condition-based onderhoud. En een van hen is service engineer en de ander is de business manager. Dus ik denk dat zij samen jullie het een en ander kunnen vertellen over hoe bij SKF wordt gewerkt met sensortechnieken. Dus ik zou graag het woord willen geven aan Franklin. Ja, hartstikke bedankt. Ik ga eens even mijn scherm delen. Dan kunnen we meekijken. Share. Oké. Het is het verkeerde. Even kijken. Ja, zien jullie het? Kun je even een reactie geven of jullie mijn scherm kunnen zien? Scherm is zichtbaar. Oké, prima. Ja, het was wel zo handig als je dan weet dat mensen op je scherm kunnen zien. Nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de mogelijkheid eigenlijk om ja, ons verhaal te doen. Ik ben zelf Franklin Heinzen, dus zoals al eerder aangegeven. Ik heb mijn collega uitgenodigd, Geert Visser, eigenlijk om een beetje een mix te kunnen maken tussen ja, technologische oplossingen en echt praktijkvoorbeelden. En eigenlijk met de focus eigenlijk op online monitoring en remote diagnostic services. He, dus eigenlijk oplossingen eigenlijk om kritische roterende of semi-kritische roterende machines eigenlijk te volgen, te monitoren. Dat gaat erg snel. Ja. De visie van SKF is eigenlijk een world of reliable rotation. Dus eigenlijk om aan de hand van ja, al onze oplossingen, zowel condition monitoring oplossingen, maar ook engineering oplossingen, eigenlijk een betrouwbare rotatie te kunnen garanderen of in ieder geval daaraan ons steentje bij te kunnen dragen. SKF, nou ja, algemeen bekend denk ik als partij, Zweedse club, marktleider op het gebied van wentelagers toepassingen. We zitten in Nederland, we zijn verhuisd van Nieuwegein eigenlijk van de Business Technology Park naar een kantoor aan de A27 in Houten. Dus daar zitten we eigenlijk vrij recent van september eigenlijk vorig jaar, dus net een jaartje. Wat we zien eigenlijk, wat we zien ontstaan in de markt van de condition monitoring wereld, remote diagnostic, smart data. Nou, het zijn een heleboel, industrie 4.0, zijn een heleboel mooie buzzwoorden die we heel veel zien. Wat wij als SKF eigenlijk al jaren en dag doen, we zijn al vanaf 1986 eigenlijk met condition monitoring oplossingen bezig, vooral trillingsdiagnostiek. Trillingsdiagnostiek is nog steeds eigenlijk een van de meest toegepaste predictieve meettechnologieën als we kijken naar het volgen en bewaken van kritische roterende toepassingen. En we zien eigenlijk dat nieuwe technologieën zoals internet, draadloze technologieën, tablets, smart devices, dat dingen mogelijk gemaakt zijn die vroeger eigenlijk de... Ja, nog niet konden. Dan moet je denken dus aan onze nieuwe telligen, onze nieuwe draadloze sensoroplossingen, online oplossingen. Er zijn die blauwe kastjes, dat zijn eigenlijk dus verzamelboxen. Daar komt in dit verhaal meer dat we hier toelichting op gaan geven. Smart devices, koppelingen van meetinstrumentatie naar tablets, naar apps toe. Remote diagnostic, dit is ook een foto eigenlijk van mijn collega. Dit is toevallig Geert Visser, mijn collega, die vanuit eigenlijk het remote diagnostic
kantoor bij ons hier in Houten, dat we eigenlijk op afstand machines kunnen volgen. Eigenlijk alles ten behoeve eigenlijk van, ja, van kritisch roterende machine. Dus enerzijds natuurlijk om de lagers te bewaken. We zijn een lagerfabrikant. Dus dat denk ik dat dat een groot verschil is ten opzichte van andere partijen. Wij moeten 100% kunnen vertrouwen eigenlijk op onze eigen technologieën. Dus wij ontwikkelen ook zelf die meettechnologieën en ook de meetoplossingen daaraan vast. Eigenlijk alles ten behoeve van dat lager. Nou, dat lager zien wij eigenlijk als het hart van de machine. En dan kan je eigenlijk een beetje de parallel trekken natuurlijk met het menselijk lichaam. Dat de smering eigenlijk het bloed van de machine is. Dus de mate van mishandelen van het lager bepaalt natuurlijk de levensduur van die lagers. En wij volgen dus eigenlijk niet enkel dat lager, maar eigenlijk de complete machine. Dus alles wat van invloed heeft op het rijgedrag van die toepassing. Als we kijken eigenlijk naar wat er in de markt aan het ontstaan is. Ik ben zelf al vanaf 1995 zo'n beetje dat ik in de wereld van de conditiebewaking zit. En je ziet eigenlijk dat industrie 4.0, het correleren van data, het delen van data, dat eigenlijk een vlucht aan het nemen. Eigenlijk dat nu een vlucht neemt. Dat is duidelijk de transitie die we zien in de markt. Dat ondersteunt eigenlijk ook een beetje de markttrend wat we zien. Dus dit is een plaatje van McKinsey. Van wat is eigenlijk ontvankelijk om te automatiseren. Er wordt nu nog steeds, als we kijken naar de tillingsmeetwereld, nog steeds heel veel portable gedaan. Dus met portable datacollectiesystemen. En we zien daar eigenlijk een transitie ontstaan naar het automatiseren daarvan. Door middel van vaste sensoren. Dat kan draadloos zijn. Maar dat zou ook eventueel via draad of via bedraden systemen kunnen. Tweede plaatje is eigenlijk wat we zien, is eigenlijk dat de experts, staat het nog steeds mee. Geert is zo'n expert, zo'n guru op het gebied van trillingsanalyse. Die mannen die worden die kosten die blijven stijgen, de loonkosten blijven stijgen. En je ziet dat de technologische oplossingen steeds goedkoper worden. Dus daar ontstaat natuurlijk op den duur een break-even punt, waardoor die technologieën steeds makkelijker implementeerbaar worden, ook naar een bredere toepassingsgebied. Nou, we hebben eigenlijk een soort werkmodel om te komen. Zo proberen wij klanten te helpen eigenlijk om die beschikbaarheid, die technische beschikbaarheid, en ook het beschikbaar hebben van data eigenlijk om de juiste acties te kunnen plannen. En dat ook eigenlijk te koppelen aan heel het onderhoud. Dus ook het potentieel risico wat je kan hebben, of wat er aanwezig is in het niet behalen bijvoorbeeld van de output. Of dat je eigenlijk hoge onderhoudskosten wil voorkomen en dat je compliance moet zijn bijvoorbeeld. En dat je daar, wij helpen klanten daarmee, met behulp van asset management consultants, dat we eigenlijk klanten helpen eigenlijk om een goede afweging te maken. Dus vooral op basis van risico's, om te kijken van welke manier past het beste bij deze toepassing, bij deze asset. Om te kijken, moeten we daar brandjesblusonderhoud gaan doen, reactief onderhoud, gepland, condition-based of proactive. Dus het is echt niet dat wij verkondigen als SKF van dat je altijd moet meten. Elke meting kost geld, dus er moet altijd de kostenbaatanalyse aan vast zitten, waarmee je aan kan tonen dat je dus met dit soort technologieën toegevoegde waarde biedt. En dat een kosteffectiviteit in ieder geval bijdraagt aan de kosteffectiviteit. Waar wij onszelf op focussen vanuit de condition monitoring, vooral is eigenlijk de data. En die data om te zetten natuurlijk naar diagnostic prognostic. En dat zijn stappen waar we al jaren mee bezig zijn en dat we proberen te fine-tunen. Dus om te komen van detectie naar echte voorspelling. Dus voorspellend onderhoud, conditie-based onderhoud, conditiegebaseerd onderhoud. Om daar eigenlijk de juiste middelen toe te reiken. Dus dat wij eigenlijk op basis van technologieën, dus onze eigen technologieën, onze lage fout-detectietechnologieën, meetoplossingen. Dat we eigenlijk een voorspelling kunnen doen op basis van faalmechanismes, patroonherkenningen ten opzichte van de remaining life, restlevensduur van een lager, prognostiek. Maar ook richting het kunnen herbewerken bijvoorbeeld van lagers. Ook naar verbeteringstrajecten te gaan, eigenlijk om de levensduur van de toepassing te kunnen verlengen. Dus wat er eigenlijk gebeurd is, ons remote diagnostic team, bijvoorbeeld de Geert, geeft een advies. Hij zegt van, nou, ik herken daar een lager foutpatroon. Wij adviseren eigenlijk om dat lager te gaan vervangen. Dat gaat dan eigenlijk het onderhoudsplan in. De SAP's, de Maximo Ultimo pakketten. Dat was het eigenlijk een soort job description daarin schieten. Of een work notification. En dat dan eigenlijk uitgerold wordt naar uitvoering. En dat we dus ook proberen te leren aan de hand van root cause value analysis. Van hoe komt het nou eigenlijk dat die faalmechanismes optreden. Wat we dus zien eigenlijk is, het is een hele bekende kreten die we nog steeds heel veel horen, is meten is weten. Maar ik ben altijd van mening, als je niet meet of niet weet wat je meet, kan je net zo goed niet meten. Dus het is heel erg belangrijk, tenminste zo zien wij dat, als SKF zijn ervan, dat je ook werkelijk de juiste parameters koppelt
aan de faalmechanismen die in de tijd zich kunnen ontwikkelen. Dus dat je niet, dat je wel de juiste parameters volgt en dat je daar ook dus goed van door ja, bewust bent dat je dus ook de juiste meetoplossingen daar aankoppelt. Dus we kunnen hier eigenlijk van sensortechnologieën, het herkennen van veranderingen, van anomalies, et cetera, naar een stukje analytische software. En hier zijn wij als SCAP nu, we hebben eigenlijk al heel veel, maar hier zijn we nog heel druk bezig, ook vanuit research and development, om stappen te maken richting, je hebt die hele mooie kreet, artificial intelligence, machine learning, eigenlijk dat we zo'n toolbox aan het uitrollen zijn, waarmee we eigenlijk onze analisten gaan helpen eigenlijk om effectiever naar de data te kunnen kijken en sneller en accurater te kunnen reageren op faalmechanismes van machines. En dat we dus ook nog, dat is een beetje natuurlijk de holy grail, dat we een prognose kunnen maken van hoe lang heb ik nog. Want het is natuurlijk mooi om te weten dat er faalmechanismen van de laag bijvoorbeeld optreedt, maar hoe lang heb ik nog? Met welke prioriteit moet ik een actie initiëren? Dat is natuurlijk best een heel complex verhaal, wat nu nog steeds eigenlijk door veel specialisten eigenlijk gedaan wordt in overleg vaak met eindklanten. Maar we zien eigenlijk dat het correleren van data, het kunnen beschikken eigenlijk over verschillende parameters, dat dat gewoon helpt. Kijk, en als we kijken naar trillingsdiagnostiek, is het vooral wat maakt nou eigenlijk zo'n machine zo complex? Nou, er zijn vooral toerenvariaties en belastingvariaties. Dus we moeten hier natuurlijk weten, als we gaan analyseren, in welke situatie heb ik die meting verricht? In welke situatie, met welke situatie kan ik dat vergelijken? Nou, daar heb je tools voor nodig, daar heb je kennis voor nodig. En dat bepaalt natuurlijk ook mede met wat voor soort meetoplossingen je aan de slag gaat. Nou, wat we zien is op dit moment dat er zijn veel oplossingen. Je ziet heel veel draadloze technologieën, draadloze sensoren. Elke leverancier pretendeert dat hij de beste oplossing heeft. Maar ik denk dat je goed moet beseffen, ik denk dat de klanten moeten ook goed beseffen, welke technologie past bij welke oplossing. Zo heb je eigenlijk heb ik een soort decision tree als het ware gemaakt. Als we kijken hier naar de rechterkant, hè, dat zijn echt protectiesystemen, het bewaken van meer van turbine toepassingen denken, die volgens IPI eigenlijk bewaakt moeten worden. Nou, dan moet zo'n systeem eigenlijk binnen 100 milliseconden, stel dat een alarm overschreden wordt, dat die eigenlijk die machine moet kunnen trippen of laten trippen. Hè, dat in veiligheidssysteem, eigenlijk veiligheidssysteem, de hele machine uit bedrijf neemt en vooral eigenlijk om gevolgschade te voorkomen. Nou, dit is er zijn ook heel veel kleinlagen toepassingen waar we hier op zitten. Dit is voor ons een veel grotere markt, laten we het dan zo zeggen. Dan heb je portable, dus fysiek meetroutes lopen. Dat wordt in de praktijk, er zijn meetfrequenties die aangehouden worden van 1 keer per maand tot 1 keer per 3 maanden. Dat je een meetmoment hebt. Dus snellere faalmechanismes, want dat zien we hier dus. De snelheid van falen bepaalt dan ook vaak, en ook de mate van criticaliteit van die machine. Van kies ik voor een portable, routematige inspectieprogramma? Of ga ik echt naar een draadloos systeem of richting echt fysiek vaste sensoren? Dat ik een machine permanent 24/7 real-time gaat volgen. Dit is onze tweede generatie draadloze sensoren, de IMX1. Waarmee we dus eigenlijk met een mesh-netwerk de data binnen kunnen halen en kunnen koppelen aan onze cloud. Dus we hebben eigenlijk een wereldwijde cloudoplossing van SKF, waarin we eigenlijk al onze meettechnologieën kunnen koppelen en eigenlijk ook de mogelijkheid maken eigenlijk om op afstand de machines te volgen, zowel eindklanten, OEM's als wij zelf. Het voordeel van eigenlijk online 24/7 is dat we eigenlijk tegen het systeem kunnen zeggen, ik wil dat je bij een bepaald toerental en bij een bepaalde belastingmeting pakt. Hij meet continu deze oplossingen, 24/7. Maar de kunst is natuurlijk om niet 24/7 data op te slaan. Dus hoge resolutiedata bedoel ik daarmee, tijdsignalen, et cetera. Maar eigenlijk data op te slaan in een situatie waarin je echt een trend op kan bouwen. Een vergelijk kan maken in de tijd. Want als een machine natuurlijk zwaarder belast wordt, zal die vermoedelijk ook meer trillen. Ten opzichte van een minder zware belasting. Maar wanneer heb je nou die meting gemeten? Dus dat je appels met appels gaat vergelijken. En daar is eigenlijk dit soort oplossingen die ideale modus voor. Als we kijken naar hoe ziet dat dan schematisch uit? Nou, eigenlijk koppel je eigenlijk fysiek een aantal sensoren. Dat zijn eigenlijk versnellingssensoren waar we vaak mee hebben. Piezo-elektrische kristallen. Die eigenlijk als op het moment dat je zo'n kristal samenpers, dat daar een millivolt signaal proportioneel uitkomt. Die koppelen we lokaal bij de klant aan de machine. Lokaal kunnen we die Modbus via een busprotocol, laten we zo zeggen, communiceren. Dus rechtstreeks met een PLC.
En van daaruit eventueel dat we bij de PLC of de DCS-systeem de alarm opzetten. We kunnen hem ontsluiten via een GPS-router bijvoorbeeld of via netwerk met onze cloud. Zodat we eigenlijk op afstand de machines kunnen volgen. Dus remote diagnostic kunnen doen. En, remote diagnostic center, daar staat eigenlijk die RDC voor. En dat eigenlijk onze specialisten op het moment dat ze wat herkennen, een faalmechanisme herkennen, dat ze eigenlijk een event report uitsturen naar de klant toe. Die kan ook meekijken. En dat we dan samen eigenlijk tot de beslissing komen. Je ziet hier ook een app toepassing. Daarmee kunnen we ook de unit configureren. En er is nu ook een mogelijkheid. En dat vind ik denk ik een hele interessante move die er gemaakt wordt in de wereld van condition monitoring. Dat alle data die wij delen, dus de databases van de klant wat bij ons in de cloud draait, dat die data eigenlijk gepoeld kan worden als het ware en gedeeld kan worden met derden. En dat kunnen we bijvoorbeeld met een Power BI en Azure platform, dat als het ware die data kunnen pollen. En dat we de data dus eigenlijk in universeel formaat aan derden kunnen beschikbaar stellen. Om testen te bouwen. Want een heleboel partijen zeggen, ja dat is mooi, ik heb dat jullie van die geavanceerde software hebben om onze machines te volgen. Maar we willen eigenlijk meer een high level dashboard hebben voor management. Van waar we de bad actors kunnen zien, et cetera, et cetera. Nou, dan kunnen we dat op die manier. Dat we dus eigenlijk onze data, tijdsignalen, analyses kunnen delen eigenlijk met derden. Dan wil ik het woord overgeven aan mijn collega Geert Visser. Die eigenlijk een aantal praktijkvoorbeelden gaat laten zien van online oplossingen. Maar werkelijk van cases die hij zelf aan de hand heeft gehad. En een tekst en uitleg daarover kan geven. Ja, hallo, goedemiddag. Ik ben Geert Visser. Het is voor mij de eerste keer dat ik dus zo'n presentatie tegen een beeldscherm mag praten. Dus maar even afwachten hoe het allemaal loopt. Maar een praktijkvoorbeeld. Dit is een standaard, in mijn woorden, standaard ventilator. Dus motor, twee lage blokjes. Waar eigenlijk normaal gesproken handmatig op gemeten wordt. En ja, er ontstonden toch problemen die we dus niet konden tackelen. En we hebben daar een online systeem op gebouwd. Dus aan de linkse kant het online systeem. Dit is het plaatje wat de klant dus te zien krijgt. Die kan zijn eigen systeemje dus min of meer ook bewaken. Hier hebben we het toerental wat de ventilator dus maakt. En zolang alles in het groen blijft, is eigenlijk alles oké. Nou, voor degenen die niet precies weten hoe trillingsanalyse een beetje werkt, een kleine uitleg. We hebben hier een lagertje en elk onderdeeltje van het lager, dus zowel de binnenring, rolelementen en de buitenring, maken bij een bepaald toerental een bepaalde frequentie. Nou, in de eerste instantie is het vinden van de foutfrequenties is ons beroep. En daar is eigenlijk alles mee begonnen, met lagers. Uiteindelijk draait niet alles om het lager, maar ook om de hele machine. Dus we kunnen over de hele machine iets zeggen. Maar goed, even terug naar dit probleem. We hebben hier dus een standaard machine, standaard ventilator. Loopt in de trend. Dit is een trendplaatje met eigenlijk min of meer procesparameters. Je ziet dat die ventilator in geruime tijd heel mooi loopt. Lekker rustig. En in één keer wordt hij onrustig. Nou, in die onrustige periode, ik zie hier boven in de, onder de lijn allemaal blauwe puntjes, neemt het systeem dus metingen, plaatjes. Nou, in zo'n plaatje, bijvoorbeeld hier links, is het spectrum, wat je dus te zien krijgt bij een verhoging. In het spectrum, dan krijgen we het in de neus, komen allemaal spijkertjes, amplitudes, komen dus repeterend terug. Nou, via ons lager berekeningsprogramma kunnen we dus uitrekenen dat dit de harmonische van de buitenring zijn. Dus met andere woorden, we hebben een buitenringprobleem bij bepaalde procesinstellingen. Nou, dat buitenringprobleem dat veroorzaakt dus een schade aan het lagerhuis. Niet aan het lager zelf, maar aan het lagerhuis. Je kreeg te veel ruimte op het lager aan de buitenkant. Nou, is het heel mooi om tegen een technische dienst te kunnen zeggen, je hebt een lagerschade. Maar het zit hem dus niet in het lager, maar aan de buitenkant van het lager, in het lagerhuis. Het zijn twee verschillende soorten problemen. Dus om dit probleem op te kunnen lossen, heb ik het advies uitgegeven om het proces aan te passen. Dus niet zozeer de lagers vervangen, niet lagers aanpassen, smering aanpassen, nee, het proces aanpassen. Dit kun je alleen maar zien als je een dergelijke ventilator trendmatig blijft volgen. Dus wat ik eigenlijk vandaan kom, dus het één keer in een week meten, had je dus dit niet kunnen vinden. Dus het voordeel van een online systeem heeft zich nu al bewezen. Dit is verhaaltje 1.
Verhaaltje 2. Dit is een heel ander soort machine. Dit is een varkensontharingsmachine. Misschien niet zo heel smakelijk, maar ja, die machines moeten er ook zijn. Deze machine die heeft af en toe een keer een verhoogde trilling. Nou, we hebben het systeem, de machine ook weer voorzien van een online systeempje. Dit is het plaatje weer wat de klant te zien krijgt. Elk groen puntje wil zeggen dus dat het goed is, dat er eigenlijk niks aan de hand is. Nou, trendmatig ga ik dus die machine volgen en ik zie bij tijd en wijlen zie ik een verhoogde waarde. Nou, als je dan van die verhoogde waarde weer het tijdsignaal gaat bekijken, hier aan de linkse kant, nou, en het tijdsignaal is dus de ruis weggezet in een bepaalde tijd, dan kun je uitrekenen hoe vaak iets per tijdseenheid voorkomt. Nou, ik heb dus uitgedokterd dat die verhoogde waardes worden veroorzaakt door het loszitten van deze dingen. Dat zijn dus krabbertjes die dus de haartjes van de varkens afkrabben. Nou, die komen los. Nou, dus je kunt voorspellen, we moeten hem nu stilzetten, want er zitten te veel krabbers los en de productie komt in gevaar. Want als deze machine uitvalt, dit is eigenlijk aan het begin van de productielijn, als deze stilstaat, staat de hele fabriek stil. Dus ook weer een win situatie. Nou, dit is een heel andere oplossing voor een probleem. We hebben hier een hellingsbaan en die hellingsbaan, daar kregen ze problemen met de evenredigheid van de tredes tussen links en rechts. Dus op een gegeven moment ging de band ging haken aan een van de twee kanten. We hebben daar een, dit is dus de opstelling. We hebben hier dus de spaninrichting van de transportband. Hier hebben we een akoestische opnemer opgezet om de afstand tussen deze ruimte te bewaken. Want als er te veel verschil ontstaat tussen de linker en de rechterkant, gaat de band klemmen en gaat het vastzitten. Dus dit is het plaatje wat de klant weer te zien krijgt. We hebben hier de afstand zoals die mag zijn, via de leverancier opgegeven. We hebben hier een lijntje overheen gelegd en zolang als dus de gemeten waarde onder het ingestelde lijntje blijft, kan deze band mooi blijven lopen. Is er een verschil, moeten we de band stilzetten en kunnen ze dus een revisie uitvoeren. Nou, ik heb nog mijn laatste verhaaltje. Dit is een ventilator, die is turbine gedreven. Voorheen werden er handmatig metingen uitgevoerd. Maar zelfs op een machine van begin 1900, noem even een dwarsstraat, kun je dus ook moderne detectieapparatuur plaatsen om het ding te kunnen volgen. Ook hier is dus weer een online systeem gebouwd. Dit wordt allemaal bewaakt. Hier zie je de trend. Het probleem met deze machine was dat er dus bij een bepaald toerental een resonantie werd vastgesteld. Nou, door het trendmatige volgen kun je precies zien bij welk toerental het is. Het advies wat ik toen uitgebracht heb is herbereken het buigkritisch toerental. Nou, deze machine is dus al heel oud. Er zit een moderne apparatuur op. Maar die machine, ik noem even een dwarsstraat, is vroeger ooit gekocht of gemonteerd voor 1500 rpm. Ik noem even iets. Maar maakt ondertussen misschien het drievoudige, want we zijn vooruit gegaan in de tijd. Alles moet sneller, alles moet vlugger. En wat vroeger berekend is, is hedendaags misschien niet meer van toepassing. Dus aan de hand van trendmatig meten, heb ik dat boven water getoverd, en kunnen ze dus een herberekening doen en de machine opnieuw inregelen. En volgens mij heb ik nog 4 minuutjes. En zijn we bij de laatste slide. En dan vind ik dat mijn collega Franklin de Bel mag overnemen. Oh, ik mag het nog overnemen. Ja. Ja. Nee. Ja, eigenlijk. Ik moet wel zeggen, die 4 minuten is wel inclusief vragen. In principe zijn we klaar. Kijk, dit is eigenlijk het. Eigenlijk al die diensten kunnen we eigenlijk combineren in een soort contractvorm. Dus lagers gekoppeld aan services en diensten. Dat noemen we dan een Rotating Equipment Performance programma wat we kunnen koppelen. Dus dat is eigenlijk heel alle diensten die we daarin en mogelijke oplossingen die we eraan kunnen koppelen. Nou, we hebben onze namen staan in de presentaties, dus mochten er vragen zijn, ook achteraf aarzel niet om ons gewoon te contacteren.
Ik weet niet of er vragen zijn, dat kan ik niet zien, dus moet ik eventjes kijken of ik dat zelf... Zijn er vragen? Er zijn op dit moment nog geen vragen. Dus okay. Als mensen vragen willen stellen, stel ze gerust in de chat, want dan kan ik ze doorzetten. Dan kunnen ze ook beantwoord worden. Dan hebben we een heel duidelijk verhaal. Dat denk ik ook, dan hebben we een heel duidelijk verhaal verteld, Geert. Ja. Ik moet zeggen, ik heb zelf nog wel een vraag. Oh, ja. Ik mag hem natuurlijk gewoon lang stellen, dat is het voordeel van de voorzitter. Ja, ik was wel benieuwd wat jullie klanten ervan vinden. Of er klanten zijn die er expliciet om vragen. Of dat er ook klanten zijn die zeggen, ja nou, voor ons heeft het niet zoveel toegevoegde waarde. Hoe werkt dat precies? In principe is veel ontstaat natuurlijk uit bad actors. Hè? Dus dat er problematieken zijn die gewoon heel veel pijn doen. Hè? Op basis van ja, onderhoudskosten, veiligheid en milieu. Het niet kunnen leveren of niet kunnen produceren. Hè? Dus niet kunnen leveren per tijdseenheid. Dus vaak komen wij er al bij op het moment dat lagers gewoon, of machines niet een berekende levensduur halen of problemen genereren. En dan gaan we kijken natuurlijk op basis van ja, een soort ja, onderzoek, vooronderzoek wat we vaak gaan doen. Om te kijken van ja, op welke manier kunnen we helpen daarbij. Dat kan vanuit dus lager technische oplossingen zijn. Maar kan ook zijn eigenlijk vanuit ja, het risicoaspect van goh, wat voor faalmechanismes hebben we hier. En kan conditiegebaseerd onderhoud hier mogelijk een uitkomst bieden. Dat echt gekoppeld aan de kostenbaatanalyses en aan de criticaliteitsrisicoanalyse. Want ik zeg ook altijd, je moet altijd voorzichtig zijn met het implementeren van monitoringsoplossingen, want alles kost geld. En je moet dat echt wel goed hard kunnen maken. En dat is ook wat wij dus doen, ook weer terugkoppelen naar klanten. Dat is ook echt wel ja, daar toegevoegde waarde leveren. En dat klanten er eigenlijk over het algemeen, als ze, eigenlijk laten we het zo zeggen, de projecten die we doen, en dat is echt, het zijn leuke projecten, het zijn heel multidisciplinaire teams waar we mee samenwerken. De meeste klanten die terugkoppeling geven, die zeggen echt van, wauw, we zijn echt verbaasd met wat jullie SKF uit die machines kunnen halen, hè, door gewoon als het ware dochtertje te spelen op die roterende machines. En ik denk dat Geert dat kan beamen, dat we daar dat eigenlijk over het algemeen klanten er heel positief op reageren. En wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus soms moet je ook mensen bewust maken van de mogelijkheden die er zijn. En ook gewoon beginnen met dit soort technologieën. En ik denk dat is denk ik wat ik zelf heel erg leuk vind aan Industrie 4.0. Is dat men ervoor open staat om ook gewoon eens testen te doen, pilots te starten, trials te doen, hoe je het ook allemaal wil noemen. En dat je ook echt de koe bij de horens valt en gewoon is begint. En dan iets tot een succes probeert te maken. En dat gaat allemaal niet over één nacht ijs. Er zijn best wel ja, volwassenheidsstadia's die je daarin moet maken. Ook wij als SKF, wees eerlijk. Maar het zijn leuke trajecten. En over het algemeen hebben we daar positieve reacties die we erop krijgen. Ja. Dus wij doen ook wel. Als je kijkt dan. Ook. Ja. We hebben behoorlijk wat. Ja, ik durf niet aan te maar we hebben echt enorm veel klanten wereldwijd die van onze technologieën gebruik maken. Ja. Zowel onszelf, OEM's, eindklanten, noem het maar op. Ja. En soms ook dat we in samenwerking zelfs met OEM's naar verbeteringstrajecten zoeken. En dat kan ook bijvoorbeeld met zo'n online monitoring systeem zijn. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Ik moet zeggen dat je een heel mooi bruggetje hebt gemaakt naar de volgende spreker. Mm-hmm. Dus dat is Else Rijnberg. Zij zal namelijk iets vertellen over het Asset Monitoring Diagnostic Center bij Tata Steel. En je hebt het natuurlijk net zelf gehad over het monitoren van het een en ander. Else werkte al meer dan 15 jaar niet alleen bij Tata Steel, maar ook bij de voorloper Corus. Ze is programmamanager innovation in onderhoud. En zij zal ons dus iets vertellen over hoe ze bij Tata Steel omgaan met het monitoren van assets. Ik wil nog wel even een dringend verzoek doen. Als mensen vragen hebben, jullie mogen ze gewoon stellen. Het kan zijn dat je ze zelf niet meteen ziet. Maar ik zal ervoor zorgen dat ze dan zichtbaar zijn. Dus ja, het is natuurlijk wel het leukste als er ook gewoon vragen komen vanuit de zaal. Dus op die manier kun je ook zelf wat interactie veroorzaken. Dus ik zou het woord willen geven aan Els en ondertussen stel gerust je vragen. Dankjewel. Even checken, zien jullie mijn scherm? Nog niet, hey, denk ik. Nou ligt hij er weer uit.
Zien jullie mijn scherm of niet? Ik zie dat jij probeert je bureaublad te delen nu. Ja, nou, ik probeerde mijn scherm te delen eigenlijk. Kom maar. Ja. En soms lijkt het bijna nog wel moeilijker om een scherm te delen dan om een sensor ergens aan toe te voegen. Hè? Kijk, als het zo gaat, het nu goed. Els, ga je gang. Kijk, dankjewel. Ik zal even presentatiemodus zetten. Goed, zoals al verteld, denk ik, ik ben Els Rijnberg. Ik ben verantwoordelijk voor de innovatieve projecten in onderhoud. Dit is eigenlijk onze lijfspreuk en dat is the only certainty in life is change. En daar gaan we het natuurlijk nu ook over hebben met elkaar. Want digitale innovatie is echt wel een change in onze organisatie. Kan ik hem niet doorduwen? Dat was vervelend. Nou, blijkbaar kan ik hem niet doordrukken, dus ik zal het op deze manier doen. Wat je hier ziet is een poster die wij een tijd geleden gemaakt hebben om mensen meer bewust te maken van allerlei innovaties die op dit moment gaande zijn binnen Taten en die we aan het doen zijn. Want wat we eigenlijk zien is dat onze organisatie nog wel een beetje gericht is op de oude manier van werken. Het is natuurlijk een groot bedrijf waarin heel veel mensen werken, maar waarbij we ook heel veel winst kunnen halen op het moment dat we veel meer gaan doen met digitalisering. En dan kun je je voorstellen, bijvoorbeeld je ziet daar rechts in het midden zie je de apps staan. Kijk, als er nu een monteur bij mij aan de deur komt, dan heeft hij een iPadje en dan kan ik gewoon aangeven aan het eind dat hij de inspectie van mijn verwarming uitgevoerd heeft of iets anders gedaan heeft. En dan kunnen we dat netjes aftekenen op de iPad en hebben we weinig papier. Nou, wat je nu ziet is dat we bij de Taten nog heel veel papieren werkprocessen hebben. Dat wil je digitaliseren. Maar er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om met nieuwe sensortechnieken, met wireless sensoren veel meer data te verzamelen. Ook al moet ik wel vertellen dat wij al heel veel data tot onze beschikking hebben in de fabrieken. En dat je veel meer in staat bent om installaties op afstand te monitoren. Zoals net ook al door de firma SKF heel netjes aangegeven is. Nou, wat houdt dat dan in voor ons? Het spijt me, maar ik merk dat mijn presentatie niet doordrukt. Dus ik kijk nu even naar Jolanda. Ik wil even doorgaan op de Asset Monitoring and Diagnostic Center. Dat is een van de belangrijkste projecten die wij op dit moment hebben. En wat we eigenlijk graag willen bereiken is dat de onderhoudsafdeling in één dashboard op dagelijkse basis kan zien wat de huidige toestand van de machine is. Beheerders die in installaties rondlopen, die willen niet in 10 of 20 verschillende tools kijken. Die willen op één plek die installaties kunnen zien, zodat zij een goed overzicht hebben. Maar die willen ook daarnaast gewoon de mogelijkheid hebben dat daar rechtstreeks vandaan een melding wordt gedaan naar hun onderhoudsplanningssysteem. Waarin zij dus tijdig dan hun onderhoud kunnen uitvoeren. En daarmee voorkomen we dat de installaties ongepland stilstaan. Dat er kwaliteitsproblemen zijn. En soms voorkom je daar ook onderhoudskosten mee. Maar wat we nu zien is dat het voornamelijk opbrengt op het gebied van ongeplande productieverliezen en kwaliteitsproblemen. Nou, een klein beetje geschiedenis. Aan het begin van het traject hebben we een heleboel vragen gesteld over waar we willen staan en wat we willen. Dat is al een hele tijd geleden. En dit evolueert natuurlijk ook, maar wat we in ieder geval met elkaar hebben gezegd is we willen alle data op één plek hebben. Dus we hebben een centraal data lake waarin de data bij elkaar komt. En daardoor kunnen we ook veel meer informatie bij elkaar zoeken en met elkaar correleren. We willen met verschillende soorten sensoren werken. Het maakt niet zoveel uit wat voor sensoren, maar soms hebben ze een eigen platform. En dan sluiten we dat ook aan op onze eigen tooling. Ik zal straks een plaatje daarvan laten zien. We willen graag eigenaar zijn van onze eigen data. En het idee is altijd geweest, we beginnen simpel. We kijken gewoon wat hebben we aan data al beschikbaar. En wat kunnen we daarmee doen? Welke regelgrenzen kunnen we doen? En dan de keuze is dat we in eerste instantie zijn gestart met een soort van zelfbouw. En één dataplatform en een agile werkwijze. Maar het zou best kunnen zijn dat we in de toekomst kiezen voor andere tooling. Maar op dit moment is dit voor ons de manier waarop we werken.
Nou, hoe ziet dat er dan uit? Wij hebben tooling gebouwd. Als je kijkt hier aan de linkerkant, zie je dat wij natuurlijk in onze fabrieken heel veel data tot onze beschikking hebben. We hebben systemen zoals PI en IBA. Soms hebben we daar ook al lokaal een aantal dashboardjes op zitten. En die fabrieksystemen beschikken al heel veel data, zoals toerental, motorstromen, soms ook trillingsdata, druk, flow. En daarin kun je soms al heel goed zien wat de staat van je installatie is. Maar dat zijn niet de enige systemen die we tot onze beschikking hebben. We hebben bijvoorbeeld ook third-party manufacturers, zoals bijvoorbeeld een IJssel-technologie of een ABB. En we hebben een condition monitoring systeem dat echt van ons, dat we gekocht hebben van SPM. Wat we gebruiken voor het monitoren van onze kritische A-installaties. En wat we daarmee doen, dat brengen we naar één plek. En dat is de Azure Cloud omgeving. Bij Tata hebben we één Azure Cloud tot onze beschikking waarin we alle data kwijt kunnen. En dat noemen we het Data Lake. Manufacturing Data to the Cloud heet dat. En van daaruit kunnen wij die informatie oppakken. En waar nodig kunnen we daar algoritmes op draaien. Zodat we zeg maar van de informatie, de data die we hebben ook echt informatie maken. Want uiteindelijk wil je dat een beheerder kan zien nou, of zijn installatie faalt of niet. Nou, dan heb je een overzicht. Ik zal straks iets laten zien van de tooling. Maar dan komt dat in een overzicht te staan. Dit is een installatie van ons. En wij kunnen vanuit onze tooling kunnen we dus ook een melding maken naar SAP. Zodat we zorgen dat er altijd zichtbaar is voor de beheerders dat er iets aan de hand is en dat ze iets moeten oppakken. Dus dit is eigenlijk een hoger niveau overview van wat we op dit moment gebruiken. Dus we maken gebruik van externe platformen, van onze eigen data. En we maken gebruik van eigen algoritmes en soms ook van externe algoritmes. En van een doorlogging naar het systeem van het onderhoud toe. Nou, als je dan hebt over wat voor soorten IoT en Edge devices kijken we dan naar. Nou ja, we hebben op dit moment, is het eigenlijk wat we op dit moment voornamelijk doen, is dit. Dus dat is eenrichtingsverkeer. Vanuit de fabrieken brengen we data naar een cloud-omgeving toe en kunnen we dat in een dashboard zetten. Wat we nu merken is dat we langzamerhand behoefte beginnen te krijgen aan een IoT-route. Waarbij we zien dat we op dit moment zoveel data op sommige use cases onttrekken dat het slimmer is om de processing van de data deels al in de buurt van de fabriek te doen en niet alles naar de cloud-omgeving te brengen. En in de toekomst zou het natuurlijk kunnen zijn dat je uiteindelijk ook een applicatie-integratie gaat krijgen. Maar wat je nu ziet is dat we dit dus al doen. Hier wordt nu over nagedacht hoe we dat gaan doen en dit is waar we mogelijk in de toekomst naartoe gaan. En wat wij het een beetje zien is dat we vanuit asset monitoring, hè, dus we hadden al heel veel data tot onze beschikking in de installaties, gaan we meer naar condition-based inspection en maintenance, dus op basis van de tools, thresholding, dat soort dingen meer. En langzamerhand gaan we, als het goed is, dan ook nog doorgroeien naar meer advanced analytics oplossingen, zoals machine learning en misschien wel normality modeling en dat soort tooling. En dit is eigenlijk de road die we zien. En het is niet zo dat we eerst alles hier doen, dan alles hier en dan alles hier. Het is veel meer use case gebaseerd. En soms zie je dat je dit nodig hebt, maar soms heb je ook voldoende aan alleen maar condition-based inspection en maintenance. Dat is echt use case afhankelijk. Nou, hier zie je een beheerder in gesprek met onze man van data science. En zij zijn bezig om naar de scale-up-pomp te kijken. Dus wat we eigenlijk zien is dat wij onze oplossingen eigenlijk altijd in samenwerking met de mensen van de werkeenheden ontwikkelen. En dat is vooral om te zorgen dat zij hun input kunnen leveren. Want je kunt dit niet doen zonder de kennis en de kunde van de mensen vanuit de werkeenheden. En wat krijgen we dan? We hebben nu op dit moment een hele simpele tooling gemaakt. Nou ja, simpel. Hij is gebaseerd op simpele tooling. Dat is een Power BI, Power Apps gebruiken we hiervoor. En wat we doen is, we hebben een overzicht gemaakt van alle fabrieken in IJmuiden die je hier kunt zien. En wij kunnen dan op basis van wat hier staat, kunnen we doorklikken naar de details. En waarom die niet doorklikt, weet ik niet. En als je dan doorklikt,
dan heb je de detailinformatie. Nou, beheerders vinden het niet leuk om helemaal door te klikken in zo'n mapscreen. Dus wat we gedaan hebben, is voor hun hebben we één centraal scherm gemaakt. En dat is dit scherm, een startscherm, waarin zij zelf kunnen zeggen, oké, dit zijn mijn assets, daar abonneren ze zich op. En als ze zich daarop geabonneerd hebben, dan krijgen ze de volgende keer weer alleen hun eigen assets te zien. En als ze dan zien dat er wat aan de hand is, kunnen ze zien of er al eerder meldingen van gemaakt zijn. Ze kunnen zelf een notificatie maken of we kunnen instellen dat die automatisch gaat lopen. En hier zie je dan het equipment en dan zie je ook dat hier een oranje bolletje staat. Dus daar is er iets aan de hand met die installatie. En als we dan nog iets doorklikken, dan kun je hier zien, dat is het meldingenscherm. Dus hier kun je zien, deze meldingen zijn helemaal voor ingevuld. Dus op het moment dat wij zeggen dat het automatisch moet lopen, gaat het automatisch lopen. Op het moment dat we nog aan het kijken zijn of het model echt goed is, is het de mogelijkheid dat een beheerder het zelf doorzet of dat wij het doorzetten op basis van een check die we eerst gedaan hebben. En dit is dan nog een detail view met het externe systeem. Dus dit is eigenlijk het SPM systeem, geeft ook alarmeringen af. Dat wilden we graag in één view hebben, want anders moeten ze in meerdere systemen gaan kijken. Plus we willen een keurige melding kunnen maken op het moment dat er wat aan de hand is. Dus we hebben eigenlijk de alarmeringen vanuit SPM komen hier ook in terug. En daarmee krijg je eigenlijk één platform wat de meerdere oplossingen bij elkaar brengt, zeg maar. Nou, hoe ziet het er dan uit als wij naar een use case gaan kijken? Dus dit is op basis voornamelijk van bestaande data uit de fabrieken. Dit is wat wij noemen een wokkel. Dus wat we eigenlijk doen als we naar een use case kijken, is dat we eerst gaan kijken van welke problemen zijn er eigenlijk. Hè? Wat faalt er nou eigenlijk? Dat kan een lager zijn en dan is het meestal relatief simpel. Dan kun je richting trainingsmetingen gaan. Maar dat kan ook iets heel anders zijn. En daar zal ik straks een paar voorbeelden van laten zien. Dan ga je zorgen dat je je data verzamelt, dat je die verschoont, dat die opschoont, dat je een analyse erop gaat doen en dan ga je kijken naar welke indicator geeft nou aan dat het gaat falen en hoe moeten we dan zorgen dat we die gaan monitoren. Nou, en als je dat gedaan hebt, dan kan het zijn dat je nog een keer een rondje moet, dus dat je dat nog een keer opnieuw moet doen omdat je vindt dat het niet goed genoeg is. En dan uiteindelijk wil je daar je control limits op zetten en dan wil je ook zorgen dat het echt daadwerkelijk live komt in het model. Dus dat je data regelmatig geüpdate wordt, hoeft niet per se streaming data te zijn. Dat kan ook patchgewijze data zijn. Maar je wil wel op regelmatige basis wil je een update hebben. Nou, dan een voorbeeld. Dit is onze scalepitpomp. Dat is het meest simpele voorbeeld wat ik kan geven. Dit is onze fabriek, de DSP noemen we dat. En wat je daar ziet is, daar wordt staal gegoten. Dan worden er plakken van gemaakt en vanuit die plakken worden er dan uiteindelijk strips van gemaakt. Nou, onder die fabriek zit een heel groot bassin, dat is dit bassin. En daar staan drie pompen in, deze drie pompen. En die pompen die verpompen het water wat van de plak afgesproeid wordt. En in dat water zit wat wij noemen skil. En skil is in essentie niks anders dan een heleboel ijzerdeeltjes. En je kunt je voorstellen als je met een waaier probeert om ijzerdeeltjes te verpompen, dan is het net alsof je schuurpapier er langs pompt. En dan is het wel mooi om deze even te laten zien. Nou, doet hij het helemaal niet meer. Ja. En dan is dit het effect. Dus dan zie je hier heel goed dat die waaier helemaal verdwijnt. Soms heb je zelfs ook slijtage aan de buitenkant. En dus dit is eigenlijk iets wat je heel graag van tevoren wil aanzien komen. Want als je dat niet ziet aankomen van tevoren, dan loopt de skillpitpomp vol met skill. En dat moet eruit gehaald worden. En dat klinkt heel simpel, maar zo'n pomp is 6 meter hoog. Dus je kunt je voorstellen, zo'n pomp wisselen is een ding. Maar als die put volgelopen is met skill, dat kan zo 3 meter skill zijn, kun je voorstellen dat het enige tijd en moeite kost om dat weer te verwijderen. Dus dat wilden we graag zien aankomen. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gekeken in de data die we tot onze beschikking hadden en gezegd, nou, wat zien we dan aankomen? Zien we het ook überhaupt aankomen? En wat we in ieder geval tot onze beschikking hadden, onder andere was motorstroom en toerental. En wat we zagen is dat op het moment dat de waaier weg is, dan heeft de waaier veel minder stroom nodig
om dezelfde hoeveelheid omwentelingen te maken. Hij heeft ook, daarnaast vond hij ook veel minder skill. Dat kunnen jullie misschien wel voorstellen. En je kunt hier heel goed zien in de data. Deze is de eerste pomp. In skillpit pomp A is dat. En je ziet hier ook dat hij gefaald heeft. Dus hier is de pomp echt gestopt. Hebben we het niet zien aankomen. Dat was ook nog voordat we deze tooling toepasten. Is de put volgelopen. Hebben ze die helemaal leeg moeten halen. Met scheppen, met zuigwagens enzovoort. Nou. Vervolgens is er een nieuwe pomp opgezet. Je ziet ook dat deze pomp heel veel moeite heeft om te pompen. Want ja, die put was nog niet helemaal leeg. En je ziet hier dat die op tijd vervangen is. En daarna is de volgende pomp erin gekomen. Je kunt het dus zien aankomen op basis van motorstroom gedeeld door toerental. Dus eigenlijk is dit het meest simpele model wat wij nu hebben. Is dat slijtage van een waaier kunnen we dus zien aankomen door heel simpel naar de motorstromen te kijken. Nou, dan heb ik er nog eentje. Die is iets ingewikkelder. Dat is ook nog niet steeds het meest ingewikkelde model wat we hebben. Maar dat geeft ook aan dat er toch soms wel wat meer bij komt kijken dan alleen naar zo'n simpel lijntje kijken. Je ziet hier het uiteinde van de DSP. Dus hier wordt de strip doorheen getrokken en hier wordt die op opgerold. En hier zie je dat er twee rollen boven elkaar zitten. En wat je wil is dat die rollen met dezelfde snelheid draaien. Want als ze met dezelfde snelheid draaien, dan zorgt hij dat de strip er goed tussen gekneld is. Maar hij zorgt er ook voor dat er geen beschadigingen op de strip komen. Dus dat je kwaliteitsproblemen hebt. En je kunt hier heel goed zien, dit is de bovenrol en dit is de onderrol. Dat bij deze zie je dus heel weinig fluctuatie. En bij deze zie je heel veel fluctuatie. En je ziet dus dat deze wear heeft. Nou, dat lijkt heel simpel. Maar wat je dan ook wel ziet is dat je dit soort metingen, die moet je in een bepaald tijdsvenster doen. Want de strip zit niet altijd precies in de rol. Dus je moet eigenlijk kijken wanneer is je metal instant en wanneer is de no metal instant. En dan moet je het juiste tijdsframe kiezen om dit te kunnen monitoren. En dat is eigenlijk een beetje, dat zijn de de normale statistical models die we gebruiken. En we zijn nu bezig om te kijken naar een aantal machine learning models en normality models om te kijken of we daar nog meer mee kunnen. Nou, dit geeft denk ik een redelijk overzicht van wat wij aan het doen zijn. Dus als er vragen zijn, dan zijn die welkom. Zal ik even naar de question and answer gaan? Ja, er zijn ondertussen best wel een aantal vragen gesteld. Dus wat mij betreft pak je er een paar uit die je graag wil beantwoorden. Even deze hoor. Ja, dus de eerste vraag die gesteld wordt is, opslaan is één van data, maar intelligentie is twee. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat intelligentie is hetgene wat de waarde toevoegt. En wat ik eigenlijk probeerde te zeggen net is dat we dat op twee manieren doen. Soms komt het vanuit andere platformen binnen, zoals ik net al zei, vanuit SPM, ABB, IJsseltechnologie. Soms komt het, voegen we zelf de intelligentie toe. En dat waren eigenlijk de laatste twee voorbeelden die wij genoemd hebben. Condition-based management. Nou, ik denk, er zijn heel veel verschillende definities van condition-based maintenance en predictive maintenance. En eigenlijk wat ik nu een beetje zie is dat ze, wat jij ook zegt, heel erg door elkaar gebruikt worden. Waar wij uiteindelijk naartoe willen is dat predictive maintenance ons gaat bieden, is dat we van tevoren kunnen voorspellen hoe een installatie zich gaat gedragen. Maar daar zijn we nog lang niet. Op dit moment zitten we voornamelijk, volgens mij nog steeds, op condition-based maintenance. Dat we op basis van historische data kunnen zien. En dat we uit ervaring weten dat dingen van tevoren beginnen af te wijken. Dat we dan ook echt zien aankomen. Predictive maintenance is waar we heel graag heen willen. Maar als je dat echt goed doet, dan zou je uiteindelijk zelfs je productieschedule of je maintenance stops daarop kunnen aanpassen. En dat is denk ik nu nog de roze wolk waar naartoe we werken. In hoeverre staat het verkrijgen van protocollen van Oritok? Daar zijn we nog heel weinig mee bezig geweest. Dus daar kan ik nog niet heel veel op zeggen. In hoeverre zijn standaard systemen?
Tot nu toe hebben wij vrij beperkt sensoren toegevoegd. De sensoren die wij tot nu toe toegevoegd hebben zijn voornamelijk trillingsmetingen op de kritische A-installaties. Omdat die voor ons heel belangrijk zijn en omdat we die graag heel ver van tevoren willen aanzien komen. En dat kan je voornamelijk doen met behulp van trillingsmetingen. En niet met de stroommetingen bijvoorbeeld die ik net heb laten zien, tenminste niet dat wij weten. Maar wij maken heel veel gebruik van de bestaande data die al in de installatie zit. Tot nu toe komen we daar een heel eind mee. Er zijn een aantal plekken waar we dingen toegevoegd hebben, wat ik al zei. Dat zijn dan voornamelijk trillingsmetingen tot nu toe. In hoeverre is data quality nog een issue in het systeem? We hebben een data lake, wat ik net al vertelde. En data quality is natuurlijk altijd een issue, want rubbish in is rubbish out. Wat ze gedaan hebben bij data lake, en dat is een ander team, dat is het MDC, die hebben een governance opgezet. Dus wat wij nu doen is alle data die naar de cloud gestuurd wordt, moet van tevoren omschreven zijn. En daar wordt ook een data owner en data steward aan toegevoegd. En de reden daarvoor is dat we willen voorkomen dat het straks een onbetrouwbare of onberekenbare spaghetti kluwen van data wordt, waardoor we niet meer precies weten waar we nu over praten. Dus data quality is denk ik een hele grote issue. Maar dat proberen we op die manier te ondervangen. Ik zie volgens mij dat dit de laatste vragen waren. Dus ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Ik heb geen nieuwe vragen ontvangen in de chat. Dus als iemand nog een vraag wil stellen, kan het nu nog? Oké, nou dan zijn we denk ik klaar. Was een helder verhaal, denk ik, Els. Dankjewel. Dank je. Ik vond het zelf persoonlijk heel erg mooi om te zien hoe je ook die integratie maakt met een SAP-systeem. Ik ben zelf namelijk SAP-consultant en dat is natuurlijk toch wel vaak de vraag van wil je dan ook vervolgens automatisch dat er allerlei meldingen worden aangelegd? Want daar zul je toch wel wat onderzoek moeten doen van hoe vaak gaat dat dan gebeuren en false positive en dat soort dingen. Dus ik vind het echt leuk om te zien dat jullie dat toch ook echt hebben geïmplementeerd. Ja, dus wat je ziet is eigenlijk, en dat is misschien nog wel interessant om even te vertellen. We hebben ervoor gezorgd dat we meerdere mogelijkheden hebben om meldingen te maken. Want als je model nog niet volwassen is, wil je niet een SAP-melding gaan maken. Want dan heb je een risico dat je mensen gaat spammen, zeg maar. En dan kunnen we nog kiezen voor een mail eruit te sturen. Zodra het model volwassen is, kunnen we dan zeg maar een SAP-melding eraan koppelen. Dus eigenlijk hebben we verschillende fases verwerkt in het maken van de melding. En daarmee kunnen we ook voorkomen dat we de mensen in beheer spammen. En wat we nu aan het doen zijn, is te zorgen dat ze dat zelf ook kunnen aanpassen en instellen. Zodat we niet iets instellen waar ze heel veel last van hebben en vervolgens tegen ons zeggen, ja, maar we gaan er niet meer naar kijken, want we hebben er last van. Ze kunnen het gewoon zelf aanpassen en dan kunnen we kijken wat er gebeurt. Maar we volgen het wel, zeg maar. Ze kunnen wel tracken wat ze doen. Nou, dankjewel. Ik zie dat er op de valreep nog een vraag binnen is gekomen. En die vraag is eigenlijk wat algemener in de zin van het gaat niet zozeer over sensoren, maar de vraag is gespecialiseerde kennis nog nodig als alles straks door algoritmes wordt gedaan? Heb je daar een beeld bij? Ik vind die vraag lastig. Kijk, wat we nu zien is dat zeker voor het maken van de modellen hebben we zeker gespecialiseerde kennis nodig. Wat wij ook wel eens een keer tegen elkaar gezegd hebben is dat zo'n systeem ook meehelpt bij het vastleggen van de kennis die al aanwezig is. He, dus bijvoorbeeld voor die skillpipom, daar zijn we mee begonnen. Een van de redenen was dat degene die dat altijd in de gaten hield, die ging met pensioen. En dan zie je toch dat een deel van die kennis verloren gaat en dat eigenlijk die nu voor een deel in het algoritme verwerkt is. Of je dat voor 100% voor elkaar krijgt binnen een bepaalde tijd, ik denk het niet. Ik denk dat er hier nog heel veel tijd overheen gaat, maar misschien dat we over 50 jaar wel zeggen van het ligt allemaal in die systemen vast, dat weet ik niet. Misschien is het wel leuk om deze vraag even te bewaren voor onze laatste spreker. Die is namelijk Innovation Lead. Wellicht heeft hij daar ook een bepaalde visie op. Vanuit. Ja. Ik zal hem even noteren voor de laatste spreker. Roeland, dan komen we er wellicht nog even op terug later. Dat is goed. Dat is eigenlijk wel een leuk idee, denk ik. Nou, dan wil ik jou hartelijk bedanken, Els.
Graag gedaan. En dan gaan we nu naar de pauze. We zullen even pauzeren en dat duurt tot tien over twee. Dan zullen we ook weer verder gaan met de volgende spreker, dat is Vincent Wijs. Dus mocht je even weg willen lopen van je computer, dan is dat nu het moment. En we zien je zo meteen weer terug.
Welkom terug. Dat is een kleine persoonlijk intermezzo. Ik speel zelf hobo en een van mijn lievelingsbands, rietquintet is het eigenlijk, is het Cadefax Rietquintet. En we dachten dat dat wel een mooi tussendoor muziekje zou zijn. Zodat het in ieder geval weer helder is dat we gaan beginnen. Na deze pauze zullen er nog twee presentaties volgen. Eentje van Vincent Wijs. Ik zie dat hij zijn presentatie er al mooi op gezet heeft. Even zorgen dat dat ook netjes gaat. Dat hij ook zelf erbij komt te staan, want dan kunnen jullie hem ook zien. Dat is ook wel leuk. Precies. Vincent Wijs is een collega van mij. Hij werkt zelf bij Dimensis. En hij heeft samen met het World Class Maintenance, heeft hij samen met twee afstudeerders een project gedaan om te kijken hoe je nou met sensoren om kan gaan. Vincent werkt ongeveer een jaar of 10, denk ik, in de IT. Dus het is weer een andere invalshoek als de afgelopen twee sprekers. Dus ik ben benieuwd. Vincent, ja, wat mij betreft kun jij je verhaal gaan vertellen. Ja, dankjewel Johanna voor de introductie. Om precies te zijn was het een minor met zelfs 5 studenten. Waarvan 2 mechanische, 2 vloeistofspecialisten en 1 IT'er. Dus dat bij World Class Maintenance. Daarop voorbedurend de klein agendatje. Ik zal mezelf even voorstellen wat de IT'er ervaren. En dan ook op ingaan verder op de case zelf en welke lessen we eruit hebben geleerd. En uiteindelijk als er nog vragen zijn, kan ik die voor jullie beantwoorden. Dit is voor mij de eerste presentatie die ik online doe. Dus het is heel bijzonder om zo tegen mijn eigen scherm aan te kijken en niet een publiek voor me te hebben. Maar dat is hoe het is nu. Dimensis, een bedrijf die een SAP consultieclub, maar ook andere oplossingen dan alleen SAP, focus op de bouw- en de maakindustrie. We bieden diensten, oplossingen en support en hebben over meer dan 120 consults in dienst verdeeld over Nederland en België. En dat zit dan voornamelijk in de asset management, de supply chain hoek, de mesh hoek. En project en portfolio management en natuurlijk ook developers, waaronder ik dan thuis hoor. Ik ben zelf in technische informatica heb gedaan als opleiding en werk nu zo'n beetje 11 jaar in de SAP wereld. Waarbij ik altijd begonnen ben vanuit de frontend hoek, het SAP portaal, zodat de gebruikers de juiste data op een goede manier voorgeschoteld kregen. En in 2015 ben ik daarmee aan de slag gegaan met IoT en de combinatie SAP. En onderhand ben ik ook als solution architect op van allerlei SAP cloud oplossingen. En zit in die zaken ook ingezet bij klanten. Nou, als jullie mij nog willen bereiken na de presentatie, dan ben ik te bereiken op mijn e-mailadres. Of altijd wel te vinden op Twitter onder VF Wijs. En anders LinkedIn eventueel. Nou, naast deze case met World Class Maintenance heb ik al eerder IoT zaken gedaan. Dat was voor Dimensis, bij een andere club toen nog. Die zaken waren onder andere voor suikerbieten. Dat ging meer op logistiek plaats. Suikerbieten worden gerooid en is eigenlijk zo snel mogelijk op de juiste manier met de juiste temperatuur terugkrijgen bij de suikerfabriek. Zodat ze zoveel mogelijk opleverden. Want 1% kan gewoon miljoenen schelen wat dat betreft. Dus ja, op die manier kijken wanneer zijn de suikerbieten klaar met rooien van tevoren voorspellen op basis van tracking data van de farmers. En een suikerbieten monitoren door een nep suikerbiet erin die de temperatuur in de gaten houdt. Een andere case waar ik ook aan gewerkt heb is het stromen van water. Water worden wel eens afsluiters geplaatst. En als je waterflow hebt, dan wil je dus zorgen dat die waterflow blijft lopen zo goed mogelijk. Dus als we kunnen zien hoe de water stroomt, welke afsluiters we open moeten zetten en moeten dichtzetten als we ergens iets onderhoud willen doen. Dan kunnen we zorgen dat we zoveel mogelijk huizen nog water hebben. En dus zoveel min mogelijk last hebben van onderhoud eventueel. En een ander proces waar ik recentelijk aan heb gewerkt is op basis van slimme meters kijken of er een stroomstoring is. Zo op die manier zo snel mogelijk eigenlijk die stroomstoring te kunnen oplossen. Voordat de gebruiker belt eigenlijk al weten dat er iemand naartoe moet. Voor de gebruiker zo fijn mogelijk. Liefst doen wij dat met het SAP Leonardo IoT platform. Dat is de IoT oplossing van SAP. En dat zit op het SAP Cloud platform. En daar kunnen we dan weer andere applicaties op zetten. Zoals SAP Predictive Maintenance and Services. Die kunnen dan weer gebruik maken van de data in je SAP systeem. Samen met de IoT data. Op die manier
je maintenance beter inregelen vanuit dat systeem. En zo zijn er nog een aantal andere applicaties van SAP. Alleen voor World Class Maintenance hebben we het wat anders aangepast. Voor World Class Maintenance zijn we begonnen met een last idee wel dit op het SAP platform te bouwen. Maar al snel hebben we geschakeld en zijn we dit op de Azure platform te gaan doen. Omdat het toch gewoon, het is een POC-achtig systeem. We moesten even snel iets opzetten, kleinschalig, waar het makkelijkst was voor de studenten uiteindelijk. Wat was de WCM case in dat geval? Hoe kan de mate van vuiling in een waterfilter inzichtelijk worden gemaakt met behulp van de huidige proefstelling en het SAP Cloud Platform? Er stond al een grote proefopstelling bij World Class Maintenance en net zoals veel equipment had deze ook al sensoren. Alleen deze sensoren werden bijvoorbeeld nog niet ontsloten naar het internet, maar wel het lokaal. Om te zorgen dat als een motor te warm werd, dat ze een motor uit konden zetten bijvoorbeeld meteen. Nou, dus wij wilden niks aan toevoegen. We wilden alleen zorgen dat die data ook nog naar het cloud ging. Dus dat we daar op de cloud oplossing konden gaan bouwen. Hoe zag die proefopstelling eruit? Nou, schematisch gezien zag het er dan zo uit. We hadden een aantal motoren. We hadden een filter. We hebben een druksensor om het filter heen zitten. En een heel industrieel systeem zo op deze manier. Nou, die filter konden we dus het drukverschil meten ten opzichte van voor en na het filter. En dan konden we dus gaan kijken wanneer wordt het filter vervuild. Nou, hoe gaan we dat doen dan? Nou, dat gingen we doen door plastic bolletjes toe te voegen. En die bolletjes werden dan gewoon door het systeem gestuurd en zouden op een bepaald moment in het filter komen te zitten. Ja, hoe zie dat er dan uit. Daar hebben we ook een klein filmpje van. Dit is een kleine set van de hoeveelheid bolletjes die toegevoegd werd. Uiteindelijk werden er heel veel bolletjes toegevoegd voordat het filter vol werd. En wat bleek nou? Het bleek allemaal goed werken. Dat was een beetje bijzonder. Ja, hoe gaan we het doen? Ja, een beetje out of the box denken, proof of concept opstelling. Die bolletjes waren niet groot genoeg, niet blokkerend genoeg voor het water. Dus we hebben gewoon een deel van een oud filter, hebben een deel afgetaped, zodat het filter gewoon wat kleiner werd. En we op die manier wel met de vervuiling die we toevoegden effect kregen te zien. Dus echt een proof of concept systeem geweest, dus op deze manier. Nou, hoe gaan we... hoe gaat dat dan uit in zijn werking? We hebben de drukverschilsensor, en dan een schakelkast, het systeem dat al stond om alles te monitoren. En dan moesten we alleen nog die data naar buiten toe krijgen. Nou, dat hebben ze met behulp van Capware gedaan. En daarmee kon een MQTT interface opgezet worden, zodat we dit naar het Azure platform konden sturen. En daarop konden we dan die data gaan analyseren en met die data dan weer verdere modellen gaan bouwen. Nou, dan krijg je de theoretische modellen. Maar ja, theoretische modellen zijn dat. Dus uiteindelijk gaan we dat theoretisch plotten. Hoe zou het er ongeveer uit moeten zien? Maar dan gaan we het uiteindelijk echt draaien. En dan bleek dat er toch wel wat verschillen in zaten. We hadden heel veel ruis. Het drukverschil daalde plots in één keer en dan ging weer omhoog. Of andersom. Dus ja, dan moeten we die ruis eruit gaan filteren. Hoe gaan we dat analytisch oppakken? Hoe gaan we zorgen dat die data anders gepresenteerd gaat worden? Waar gaan we precies naar kijken? Gaan we het drukverschil over tijd doen ook? Nou, zo hebben we een aantal proefdraaien gehad, zodat we de ruis eruit filterden, zodat we beter voorspellingen konden gaan maken wanneer het filter aan vervanging toe zou gaan zijn. En we willen natuurlijk dat filter vervangen voordat hij volloopt, want als die volloopt en het hele proces loopt in de soep, ja, dat wil je niet. Dat kost A, meer tijd en B, is het slecht voor je equipment. Dus ja, je wilt die tijdig vervangen. Nou, uiteindelijk dus gaan we ook nog spelen met andere snelheden van toenemen, zodat we dat model nog wel beter konden bouwen. En dan krijg je op een gegeven moment een dashboard die wij goed in actie konden zetten. Dus op het moment dat we vervuiling toe gingen voegen, begon netjes ons drukverschil op te lopen. Nou, en op het moment dat het drukverschil gaat oplopen, kunnen wij dus gaan zeggen op een gegeven moment, nou ja, hier op dit triggerpunt is het drukverschil te hoog. Nou moeten we een onderhoudsorder in SAP gaan inschieten. Nou, dat is de hele basale oplossing geweest.
Dus we hebben niet helemaal het met de machine learning nog toegepast of de automatische processen zijn wat minder ver gekomen dan je uiteindelijk wil hebben. Maar ja, dit was een minor van 20 weken waarbij we dus meerdere disciplines bij elkaar moesten brengen en dit in één dashboard moesten gieten en dit werkend wilden opleveren. Dus de studenten hebben dit op deze manier werkend opgeleverd en op die manier konden wij wel de basale bewijs doen van ja, als wij dus een filter hebben en we gaan die vervuilen, kunnen we dan bepalen wanneer er onderhoud moet gaan plaatsvinden voordat het systeem uit moet gaan. Nou, dus uiteindelijk wil je punten vaststellen wanneer is het tijd om actie te ondernemen. Nou, daarvoor heb je meerdere disciplines nodig. Kijk, alleen die data in het systeem gooien en dan met die data zeggen van dit is het. Nee, ja, ik weet als IT'er weet ik niet wanneer wat de betekenis ervan is. Daarvoor hebben we anderen nodig, daarvoor hebben we de specialisten nog nodig. Ik denk ook. Om ook een beetje op van mijn punt, als IT'er zou ik altijd graag een specialist bij me willen hebben. Om altijd nog de algoritmes eventueel te verifiëren zodra we algoritmes gebouwd hebben. Want ja, die algoritmes zeggen mij vrij weinig uiteindelijk. En ja, mogelijk dat de computer wel een foutbeslissing heeft gemaakt. Want dat zie je natuurlijk ook wel af en toe in de machine learning werelden. Dat ja, als je de verkeerde data voedt of je denkt dat je de juiste data voedt, maar hij gaat andere conclusies trekken en daardoor verkeerde conclusies trekken, ja, dan heb je daar niet zoveel aan. Dus ja, ik heb graag dan die vloeistofspecialisten naast mij nodig en die mechanische specialisten om te zeggen van ja, op dat niveau, als we dit zien toenemen en we zien het op zo snel toenemen, ja, dan moeten we actie gaan ondernemen. Dus die zaten hier dan ook bij. Dus het was echt een team effort wat dat betreft. Nou ja, dan ga je hieruit conclusies trekken. Nou, wat gaan we dan doen? Ja, je knipt je vraagstukken in delen. Ja, we hebben verschillende mensen nodig. We hebben de infrastructuur, we hebben de data-analyse, we hebben de mensen die weten hoe zit het systeem zelf in elkaar, de maintenance engineer, de data scientists, die wat meer kunnen zeggen over hoe werken we met de data. En uiteindelijk wil je gewoon iemand hebben die dat proces begeleidt, dus de projectmanager, een solution architect eventueel, welke oplossing gaan we hoe neerzetten. Nou ja, en dat kan je meteen groot doen, maar beter is om dit veel off en veel early te doen. Dus start gewoon met een klein proefconceptje. Zoals wij op dit moment hebben we dat nog in een vrij grote opstelling gedaan. Maar dat zou je ook heel anders kunnen doen. Dat kan je ook gewoon zelf klein iets bouwen. Een collega van mij is bezig met een systeem voor de lopende banden. Wanneer wordt de motor van een lopende band, kunnen wij zorgen dat die goed blijft lopen. Dat de lopende band niet vol loopt, slash vast loopt. Nou, wat heeft hij gewoon gedaan? Hij heeft gewoon heel simpel met een stukje wat hout, een motortje en twee elastieken, heeft hij een soort van lopende band nagebouwd in het klein. En hebben we op die manier een proof of concept kunnen doen voordat we überhaupt gingen werken op een groter platform. Nou, zo konden we überhaupt beginnen met, kunnen we überhaupt iets zien van de data? Weet je niet van tevoren. Nou, en daarna hebben we kunnen zien, ja, we kunnen wat met die data en hoe gaan we dat dan oppakken verder? Nou, uiteindelijk is het dus ook altijd heel erg belangrijk in alle IoT-oplossingen, is gewoon het verzamelen van heel veel data. En gewoon heel veel nakijken, wat ben je aan het doen? Want ja, wat zegt de data? En ja, dat is gewoon heel erg belangrijk uiteindelijk. Nou ja, dus we gaan heel vaak simuleren. We gaan kijken, als we algoritmes hebben, moeten we iets veranderen? Hoe kunnen ze verder optimaliseren? Gaan we eventueel de testen of de recording van maken, zodat we op basis van de dataset nieuwe algoritmes kunnen doen. Kunnen we daarna weer opnieuw gaan valideren. En ja, dat wil je het liefst niet op je grote systeem gaan doen, elke keer. Maar dat, ja, liever op kleine systemen als dat kan, modellen, voordat je echt dat in het groot gaat toepassen. Of je moet die data al hebben vanuit je groot systeem, omdat zoals bij Data Steel daar al heel veel data is. Ja, dan kan jij die data gaan pakken en kijken, kunnen wij een analyse doen op basis van die data en kunnen we daarop voortschrijdend inzicht ontwikkelen. Ja,
Maar ja, niet altijd heb je die data al. Dus ja, dan moet je eerst zo zorgen dat je die data gaat verzamelen. Nou ja, dan moet je nog nadenken. Ja, wat hebben we aan de data? Kunnen we überhaupt bijvoorbeeld een failure van een systeem voorspellen met behulp van de data? Ja, kunnen we dat niet? Ja, wat kunnen we dan van tevoren gaan doen op basis van onderhoud? Ja, als ik aan mijn data niet kan zien dat ding stuk gaat, ja, dan kan ik moeilijk een algoritme gaan bouwen erop. Ja, en veiligheidssituaties, zoals dat systeem dat daar al stond, ja, daar heb jij een groot industrieel stellage. Ja, als daar de motor stuk gaat, ja, dan wil je niet dat je IoT-oplossing gaat, eerst naar de cloud gaat en dan pas zegt van, oh ja, nou, misschien gaat het stuk. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat het meteen stopt. Dus je moet ook gewoon altijd kijken van, ja, waar doe ik mijn cases zoals Tata als daar. Sommige dingen moet je gewoon, en de mensen van de eerdere presentatoren, je moet gewoon altijd kijken, ja, waar heb ik mijn data nodig en waar ga ik überhaupt beslissingen erop doen. En sommige drempels, ja, dat zou je gewoon zo dicht mogelijk op je machine willen doen, zodat je machine gewoon meteen uit kan zijn. Ja, we kunnen dus de meest kritische machines, ja, daar zal de business case het makkelijkst voor zijn om dit te realiseren. Maar ja, een proof of concept kunnen we dus misschien op kleinere, soortgelijke machines beginnen. Voordat we echt aan de slag gaan. Ik merk dat ik een beetje heel erg snel gepraat heb. Wat wel eens vaker een probleem voor mij zijn. Want ik kom al bij de vragen uit nu. Nou, je hebt 3 minuten te kort gepraat. Dus op zich is dat niet echt een probleem, Vincent. Ik zie wel dat er nog geen vragen zijn. Dus als jullie vragen willen stellen, ga gerust je gang. Sowieso vond ik het zelf wel erg interessant omdat dat je hebt laten zien van, hey, hoe gaat nou eigenlijk zo'n experiment? Ja, waar loop je tegenaan? Wat is de kennis die je daarbij opdoet? En dan niet zozeer vanuit een fysisch perspectief misschien, maar veel meer vanuit een IT-perspectief van, hey, hoe ga je nou om met die data en wat kan je daar nou allemaal precies mee? Ja. Volgens mij vond ik wel zelf wel leuk dat het wel aansluit bij presentaties over de wat meer real-life situaties. Ja. Weet jij of er nog verder iets gedaan is met deze case? Kun je daar iets over vertellen? Nee, ik weet dat wij samen met WCM daarover gepraat hebben. Maar ik was als technisch persoon aangesloten. Dus voor mij was het heel erg de studenten begeleiden en zorgen dat zij het project goed deden en de solution architectuur. Nou, ja, de solution architectuur, daar praat ik natuurlijk wel met mijn andere collega's nog over. Maar echt, wij hebben deze case wel als voorbeeld voor andere bedrijven. Hoe werk je hiermee? Hoe kunnen we mooi een POC doen? Dat soort zaken. Maar niet echt niet echt daadwerkelijk. Er zat niet daadwerkelijk een bedrijf achter deze case. Dus we hebben niet daadwerkelijk deze case in het grote geïmplementeerd. Maar wel die lopende band waar dan onze collega Mark Jans mee bezig is. Ja, die is gewoon nu echt in het groot bezig voor een klant. Op basis van, begonnen met een klein mini-pokje eigenlijk. Gewoon heel simpel iets bouwen. En dat was precies goed voor de grote situatie. En daar is hij nu verder aan het werken. Dankjewel. Ik denk dat je verhaal gewoon heel helder was, Vincent, want ik zie verder geen vragen binnenkomen. Ja. Dus zal ik nog één plaatje delen dan? Want ik merkte dat ik de opstelling zelf er niet in heb gestemd. Maar ik heb er één plaatje gevonden nog te snel waar in ieder geval de mensen die erbij stonden geblurred zijn. Zodat een beetje een idee is van hoe het daadwerkelijk in het echt uitziet. Zonder dat ik de privacy van mensen schend, zeg maar. Dus kan ik nog heel snel misschien delen. Dat is ook wel... Ik heb je presentatie er al wel uitgegooid. Ja, maar als het goed is, komt hij nu de plaatje. Ja, zeker. Ja, dus dit is gewoon eigenlijk een industriële oplossing, maar dan in het klein. En op die manier dus konden studenten dus voor echte industriële oplossingen dingen doen. Zonder dat zij echte industriële processen in de soep zouden laten lopen. Dus ja, dat soort kleine POC-opstellingen, dat kan heel erg helpen in dit opzicht. Nou, dankjewel voor je presentatie, Vincent.
zal ondertussen zorgen dat de volgende presentatie erop komt te staan. En ik zie ook dat Jeroen Bronckhorst al klaar staat om te gaan presenteren. Dank, mooi. Jeroen Bronckhorst, welkom. Jij bent innovatielead en AI-ambassador, las ik, voor HP. Daar zou je zelf allicht wat meer over kunnen vertellen. Ik zag dat je ook al een behoorlijke staat van dienst hebt qua onderhoud. Of qua IT in ieder geval. En het leuke was dat ik zag dat we vandaag gewoon meer dan 100 jaar ervaring in deze sessie hebben. Nou, dat vond ik eigenlijk wel aardig wat. Dus ik hoop dat jij ons iets kan vertellen over waar we de komende 100 jaar naartoe gaan. Oeh, dat is wel heel erg ver vooruit. Ik ga mijn best doen. Even kijken. Als het goed is, duidelijk nu mijn scherm. Klopt dat? Ja, is mijn scherm zichtbaar? Akkoord. Goed, goedemiddag allemaal. Ik ben Jeroen Bronckhorst. Ik ben 30 jaar actief in de IT inmiddels. En ik weet niet in hoeverre dit bekend is, maar het is alweer een aantal jaren geleden dat HP zich opgesplitst heeft in vier bedrijven. Gaat alles nog goed? En ik zie nu dat alles verdwijnt bij mij. Ik hoop dat ik nog te zien ben. Ik denk dat het op zich goed gaat. Ik zie jou nog steeds en ik zie ook jouw presentatie nog. Akkoord, dan ga ik gewoon door. Het is inmiddels dus vier jaar, dus een aantal jaren geleden dat HP zich opgesplitst heeft in een aantal bedrijven. En heel veel mensen zullen misschien HP associëren met PC's en printers. Maar ik ben werkzaam momenteel voor een van de bedrijven, namelijk Hewlett Packard Enterprise. En Hewlett Packard Enterprise houdt zich bezig met computersystemen, opslagsystemen en netwerksystemen en daaraan gerelateerde services en software. Hè, als ik het heel plat zeg, wij houden ons bezig met dataopslag, dataverwerking en datatransport. En dat brengt mij meteen ook eigenlijk bij de stelling waarmee ik dit verhaal wil beginnen. Wij zijn ervan overtuigd dat data de wereld zal veranderen. Met name ook de manier waarop onderhoud gedaan wordt. Dat zeg maar van wezenlijk belang, van aard zal veranderen als je gebruik gaat maken, meer gebruik gaat maken van data analytics en artificial intelligence. Ik ben ambassadeur voor kunstmatige intelligentie in Noord-Europa en ik krijg vanuit die rol ook heel veel te zien over wat er met kunstmatige intelligentie gebeurt. En het zal mogen duidelijk zijn dat wij ons in mindere mate bezighouden met sensoren. Wij doen wel wat met sensoren, maar dan met name voor zover die in onze eigen systemen gebouwd worden. Om computersystemen mee te monitoren en om daar zeg maar slim onderhoud op te doen. Maar als het gaat om het bouwen van oplossingen in fabrieken of in gebouwen, dan maken we heel graag gebruik van sensoren van andere partijen met wie we dan heel nauw samenwerken. En waarom is data nou zo belangrijk? Nou, er worden onnoemelijke hoeveelheden data worden er nu geproduceerd. Ik heb hier een indicatie gegeven van een aantal cijfers die ik op internet vond. En ik heb voor de zekerheid maar even eronder gezet wat een zettabyte en een petabyte en een exabyte precies inhoudt. En ik kan me persoonlijk heel weinig voorstellen bij een 10 met 21 nullen erachter. Dat is een ontiegelijke, onnoemelijke hoeveelheid data. Maar artificial intelligence, kunstmatige intelligentie en machine learning, die hebben heel veel data nodig om uiteindelijk tot resultaten te komen. En omdat er zoveel data is, zijn er ook heel veel bedrijven bezig om waarde uit die data te halen. Om oplossingen te bouwen die op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning technieken waarde toevoegen aan bedrijven. En daar worden onnoemelijke bedragen mee in geïnvesteerd. Dat is allemaal leuk en aardig en dat is natuurlijk een heel hoog over verhaal. Maar hoe verhoudt zich dat nou eigenlijk tot het onderwerp onderhoud? Nou, als we gaan kijken naar onderhoud, dan iedereen denk ik in deze sessie is wel bekend met de
ja, de vormen van het reactieve onderhoud, wat we jaren geleden deden, en het preventieve onderhoud, zeg maar, wat eigenlijk vandaag de dag doen. En in mijn beleving zijn de condition-based monitoring systemen, waarmee je de machines bewaakt en waarmee je, zeg maar, eigenlijk je onderhoud nog beter kan plannen, zijn eigenlijk randvoorwaardelijk om data te kunnen verzamelen. Ik heb daar ook bij gezet image-based quality control. Stel je voor, wij hebben in onze fabrieken in China, hebben wij camera's boven de moederborden hangen die wij produceren. En die camera's die detecteren in feite fouten op het moederbord. En zijn dus in staat om tijdens het productieproces foutieve moederborden daaruit te halen. En dit soort op foto's en video gebaseerde kwaliteitscontrole, dat zie je ook steeds vaker, zeg maar, ze ingangen vinden in de productieprocessen. Maar die genereren ook heel veel data. Maar wat je eigenlijk wil weten, en ook mijn voorgangers hebben dat natuurlijk al een aantal keer gezegd, wat is nou de kans dat een machine niet beschikbaar is, omdat er een onderdeel, zeg maar, problemen gaat geven? Ja, om die vraag te kunnen beantwoorden, wordt heel vaak gebruik gemaakt van machine learning. Ik heb het hier ook een multi-class classification problem genoemd. Er is vaak niet één onderdeel aan een machine waarop een machine kan falen. Ik was bij een bedrijf, zeg maar, in het oosten van het land. Die hebben allemaal weefgetouwen en die maken, zeg maar, kunstgrasmatten. En zij lieten mij ook zien dat in die machine, er gaat een klos van links naar rechts, er zijn touwtjes die kunnen breken, er zijn allerlei onderdelen aan zo'n machine die stuk kunnen gaan. En die moet je eigenlijk allemaal, zeg maar, kunnen bewaken. En met machine learning ben je eigenlijk in staat om op basis van historische data patronen te kunnen herkennen. We noemen dat ook predictive maintenance, voorspellend onderhoud. En het allerbelangrijkste van voorspellend onderhoud is dat je het onderhoud eigenlijk doet op het meest ideale moment. Op het moment, zeg maar, dat het nodig is. Maar je wil niet, zeg maar, dat het te laat gebeurt. En dat je dan ook je bedrijf, dat je risico's loopt. Nou, als je met voorspellend onderhoud aan de slag gaat, dan gaat het dus over het voorspellen, zeg maar, van patronen. En dat doe je meestal door ook de data die real-time vanaf je sensoren komt, door daarop al patroonherkenning te doen. Daarvoor heb je modellen nodig die in feite getraind zijn om die patronen te kunnen herkennen. En dit levert een enorme kostenbesparing op als je het vergelijkt met alleen onderhoud wat wordt gedaan op tijd, hè, op vaste momenten, of als je het alleen reactief doet. En hoeveel levert dat dan op? Nou, daar worden allerlei uitspraken over gedaan door partijen. McKinsey die zegt hier ook van onderhoudskosten die kunnen wel met 20% naar beneden. Maar je ongeplande autootjes die kunnen zeker wel 50% afnemen als je dit soort onderhoudszaken doet. En eigenlijk wat ik ook een aardige vond is dat zeker wel de helft van de bedrijven, zo niet meer, zijn op dit moment wel bezig met dat voorspellend onderhoud. En misschien ook voor dit webinar interessant om te vermelden, is dat ook die hele markt van IoT-sensoren echt enorm in de groei zit. Ze verwachten dat er voor $95 miljard aan sensoren, zeg maar, is uitgerold in 2025. Dat betekent gewoon 40% groei. En al die sensoren die genereren data waarmee je dan uiteindelijk je onderhoud verder kan verbeteren. Ik ben inmiddels alweer iets meer dan een jaar geleden ben ik in Amerika geweest en heb ik een bezoek gebracht aan een bedrijf dat heet Texmark. Dat is een petrochemisch bedrijf, een raffinaderij. En die produceren DCPD. DCPD is een chemicalie. En dat wordt gebruikt in dingen als inkt van printers, maar ook in verf van boten of in insecticide. Het is een heel belangrijk basisgrondstof wat door heel veel bedrijven wordt gebruikt. Ze hebben zo'n 6 productlijnen en een kleine 130 pompen met allemaal pijpleidingen daartussendoor. En het zal natuurlijk niet verbazen dat met name, zeg maar, heel veel dingen die zij op die locatie hebben heel erg brandbaar zijn. Ik ben daar geweest op een hele warme dag. En
ja, er was toen ook echt verhoogde waakzaamheid om ervoor te zorgen dat er geen dingen misgaan. En wat je daar ziet, hè, en het is ook eerder in de sessies al gezegd, hun manier van werken vertrouwt ook heel erg op ervaren mensen. Er lopen daar zeg maar mensen rond die in staat zijn om naar een pomp toe te lopen. En alleen al aan het geluid dat de pomp produceert, kunnen zij beoordelen of die binnenkort gaat stoppen of niet. Dat kost onnoemelijk veel tijd. En ja, ze zitten er ook wel eens naast. Ze hebben ook te maken met heel veel blikseminslag. Dat wil je ook niet hebben in zo'n omgeving. En wat zij ook, waar ze ook mee te maken hebben, is dat er klanten zijn die continu vragen om veranderingen, waardoor zij de hele afstelling van al hun pompen en hun raffinaderij moeten veranderen. Wat is daar zeg maar geproduceerd? Er is een samenwerkingsverband tussen 5 bedrijven aangegaan en die hebben allereerst alle onderdelen van die raffinaderij hebben zij in computers gestopt. Ze hebben een zogenaamde digital twin gemaakt. En daarmee ben je in staat om eigenlijk alle componenten die je op die raffinaderij tegenkomt, op je scherm te krijgen. Toen ik daar was en ik vroeg om te laten zien zeg maar wat de status was van een moertje wat ergens in een pomp zat, dan waren ze in staat om daar alle details ter plekke van op te hoesten. De leverancier, hoe lang die moer er al in zat. Nou, je kon het zo gek niet noemen of ze hadden het al. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke basis om mee verder te gaan. Zij verzamelen met de sensoren die ze over dat hele gebied hebben verspreid, verzamelen zij heel veel data. En het was geen sinecure om al die sensoren uit te maken, maar om ze dan ook nog uit te kunnen lezen. Er is heel veel reflectie op een raffinaderij door alle pijpleidingen die daar lopen. En er is heel veel tijd besteed om daar een netwerk overheen te leggen wat in staat was om ook alle sensoren uit te lezen. En wat ze nu ook gedaan hebben is dat niet alleen kunnen zij voorspellen wanneer een pomp zeg maar verstoringen gaat geven, maar zij zijn ook in staat om te zien exact waar hun medewerkers lopen, omdat ze allemaal een helm op hebben die aangeeft waar de medewerker is, maar die ook een cameraatje heeft waarmee de medewerker naar een pomp kan gaan. En op die pomp zit dan een soort QR-code waarmee de medewerker kan zien, kan identificeren. Dan verschijnt er in zijn cameraatje verschijnen alle meetwaarden van die pomp. En op het moment dat hij dan aan de knoppen draait van de pomp en dingen open of dicht draait, ziet hij de meetwaarden veranderen en kan hij dus heel gericht zeg maar aanpassingen doen aan het systeem. Dit is een heel geavanceerde zeg maar raffinaderij en er zijn dan ook mega veel raffinaderijen die groter zijn. Zijn wezen kijken zeg maar, om te zien wat ze van deze raffinaderij zouden kunnen overnemen. En wat het hun met name heeft opgeleverd is niet alleen dat ze in staat zijn om heel snel nieuwe businesslijnen toe te voegen. Maar ze hebben ook een enorme kostenbesparing gerealiseerd doordat ze veel minder verzekeringspremie hoefden bepalen. Ze konden aantonen dat ze beter in controle waren zeg maar, van alle onderdelen. En zij konden zelfs ook, zij zijn ook 50% minder geplande downtime konden zij hierdoor realiseren. Ik vond het een heel leuk referentiebezoek en ik moet zeggen, ik praat er nog altijd met heel veel plezier over. Nou, we hebben het nu gehad over voorspellend onderhoud, predictive maintenance. En dat is echt vooral machine learning en Internet of Things gedreven. Heel veel data verzamelen en dan voorspellen, patronen voorspellen. Maar er is eigenlijk nog een stap meer die je kan doen. Namelijk, stel dat je een verstoring ziet aankomen. Wat is dan de beste actie om te nemen, zodat je zo min mogelijk risico loopt en zo laag mogelijk financiële impact hebt? Je wilt dat de productielijn ongestoord doorgaat. En je wil dus niet alleen weten wat er fout gaat, maar ook wat de beste actie is om te nemen. En ook daar kan je kunstmatige intelligentie bij gebruiken op basis van eerdere ervaringen. Dan gaat het dus eigenlijk om kijken naar eerder uitgevoerde acties
En die acties beoordelen op de toepasbaarheid in deze situatie. We hebben hier al, ik heb hier in een eerder stadium meegeholpen om een demo te bouwen voor een energiebedrijf die windmolens monitort. En daar hebben we een demonstratie van beschikbaar, die ook laat zien hoe je niet alleen de windmolens kan monitoren op rotatiesnelheid en trillingen en al dat soort zaken, maar die ook nog in staat is om aan te geven als die verstoring komt, wat is dan de beste actie te nemen? Moet je een onderdeel vervangen of is het voldoende om een instelling te wijzigen? Zijn belangrijke zaken om over na te denken. Wij noemen dat prescriptive maintenance, voorschrijvend onderhoud, als ik het letterlijk vertaal. En daar zitten een aantal onderdelen in die je ook met predictive maintenance doet. Het bekijken naar de datastroom, real-time, en het herkennen van afwijkingen en het voorspellen wanneer iets fout gaat, dat zijn dingen die je ook met predictive maintenance doet. Maar met prescriptive maintenance ga je eigenlijk nog een stapje verder door te interpreteren wat de voorspelling is en dan de beste actie af te leiden op basis van wat het bedrijf wil. En die acties worden dan liefst ook, als dat mogelijk is, geautomatiseerd doorgevoerd. Nou is dat niet altijd mogelijk, want soms moet er iets fysieks vervangen worden. Maar er zijn ook situaties waarin je bijvoorbeeld datastromen of energiestromen een andere route kan laten gaan, waardoor je het probleem als het ware omzeilt en je tijd creëert om de actie uit te voeren. Waarom houden nog niet heel veel bedrijven zich bezig met data analytics? Ik heb in het begin van vorig jaar met een aantal klanten gesproken in het kader van een innovatieproject dat we hadden. En daar kwamen eigenlijk vier belangrijke redenen naar boven waarom bedrijven nog niet heel veel doen met data analytics en kunstmatige intelligentie. De eerste is eigenlijk dat specialisten zijn heel zeldzaam. Er zijn niet veel mensen die in staat zijn om grote hoeveelheden data te kunnen analyseren en die verstand hebben van kunstmatige intelligentie. En als je ze dan in dienst hebt, dan wil je ze ook nuttige dingen laten doen en niet alleen maar bezig laten zijn met het installeren van IT en het installeren van allerlei software die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Vervolgens heb je de uitdaging dat de IT-mensen die de systemen in de lucht moeten houden vaak niet begrijpen wat data scientists en wat data engineers allemaal moeten doen. En die spreken vaak niet dezelfde taal. Vervolgens komen er allerlei tools, op bijna dagdagelijkse basis, komen erbij waar je uit kan kiezen. En iedere data scientist heeft zijn eigen voorkeur. Ik sprak met een data scientist van een verzekeraar hier in Nederland en die zei, ik vroeg hem welke tools gebruik je. Oh, zegt hij, ik heb maar drie tools die ik gebruik en die gebruik ik altijd. Er zijn natuurlijk ook steeds meer open source tools beschikbaar die weer andere mogelijkheden bieden. En denk aan de TensorFlow machine learning libraries en al dat soort zaken. En last but not least, als het gaat om beveiliging, dat blijkt toch wel even lastig te zijn. Want op het moment dat je data bij elkaar brengt uit allerlei verschillende bronnen, dan wil je toch ook wel zeker stellen dat niet ineens mensen toegang krijgen tot data waar ze voorheen geen toegang toe hadden. Dus ook qua beveiliging moet je heel erg goed nadenken als je dataverzamelingen zeg maar bij elkaar gaat brengen. Nou, als je zeg maar met predictive en prescriptive maintenance, dus met voorspellend en voorschrijvend onderhoud aan de slag gaat, en je wil dat enabelen door machine learning, dan zul je in staat moeten zijn om A, data te verzamelen, dat noemen we beeld, modellen te trainen met behulp van de data die je verzameld hebt, die modellen te kunnen uitrollen en ook te kunnen bewaken of ze nog goed functioneren. En dit gaat in een continue loop. Waar wij mee bezig zijn is met name data scientists en data engineers en machine learning architecten dit soort tools in handen geven, zodat zij in staat zijn om die modellen die je nodig hebt voor deze vormen van onderhoud zelf te kunnen maken. Onze klanten zijn dan ook mensen die zelf data scientists in dienst hebben of bedrijven die in feite deze technologie gebruiken om condition-based monitoring systemen te maken voor klanten of zelfs voorspellend onderhoudssystemen te maken. En wij doen dat op basis van containertechnologie
data fabric technologie die zich overal kan bevinden. Niet alleen in de public cloud, zoals we een aantal keer gezien hebben, maar ook in steeds meer toenemende mate op locatie, omdat mensen zeg maar, snel willen kunnen reageren op de data die binnenkomt. Als ik nog een klein stukje dieper kijk, wat we eigenlijk bieden zeg maar, aan deze mensen is een portaal waarmee zij in staat zijn om hun eigen data science tools uit te kunnen rollen en hun eigen dataverzamelingen te beheren. En alle zaken die je hier in dit plaatje ziet, de technologieën die nodig zijn om dat mogelijk te maken, die hebben wij eigenlijk als het ware al geëngineerd om als één geheel samen te werken. Wij noemen dat dan ook Machine Learning Operations as a Service. En hiermee ben je niet alleen in staat zeg maar, om modellen te maken voor preventief onderhoud en voorspellend onderhoud en dat soort zaken. Maar je kan hier ook modellen mee bouwen voor fraudedetectie, voor klantenretentie, voor allerlei verschillende van toepassingen waar je machine learning zeg maar, voor kan gebruiken. Nou, dat is een beetje een wat generieke benadering, maar dit is zeg maar het soort technologie waarvoor wij de hard- en software leveren. Een van mijn projecten op dit moment is een project waarbij ik bezig ben om analyse te doen van energieverbruik. Er zijn heel veel middelgrote bedrijven die krijgen een maandelijkse rekening en hebben eigenlijk geen idee waar hun energieverbruik zeg maar, echt daadwerkelijk door wordt bepaald. Ze hebben eigenlijk niet voldoende gedetailleerd inzicht. En ik werk samen met een klein Nederlands bedrijf, een kleine start-up, die in feite dit soort boxen maakt die je hier ziet. En die in feite zowel stroom als gasverbruik meetbaar kunnen maken en verzamelen van die data. En dat vervolgens doorsturen naar een systeem waarbij die data wordt gecorreleerd met andere data. Bijvoorbeeld denk aan weer, denk aan productiedata, denk aan welke ploegen er wanneer gewerkt hebben, et cetera. En uiteindelijk brengen we dat bij elkaar in een aanpasbaar dashboard. Maar we proberen eigenlijk zo goed mogelijk een startpunt te creëren, zodat mensen sneller aan de slag kunnen. En dit is nog even op een andere manier weergegeven. Verschillende databronnen waar we verschillende soorten van analyses op toepassen, die uiteindelijk leiden tot inzichten. Inzichten van in hoeverre is mijn budget nog toereikend voor het huidige energieverbruik of moet ik dat verlagen of verhogen. Neemt mijn energieverbruik toe of af bij een bepaalde ploeg? Wat is het verbruik per machine, zeg maar, wat ik gedaan heb? Nou, voor deze invalshoek ben ik op dit moment in een innovatief traject een oplossing aan het realiseren. Nou, ik denk dat ik aan de tijd zit zo langzamerhand, dus ik wilde eigenlijk afsluiten met deze slide. Waarin ik eigenlijk aangeef dat het maken van een prescriptive maintenance oplossing of zelfs een predictive maintenance oplossing, er is niet zoiets als een one size fits all. Er is niet één oplossing die voor iedereen werkt, zeg maar. Dat is toch vaak maatwerk, want het kunnen voorspellen van verstoringen op een windmolen is natuurlijk iets heel anders dan het voorspellen van verstoringen in computersystemen of op andere machines. En de manier waarop wij dat dan ook aanvliegen is dat wij ingrediënten hebben, hardware systemen, software, al dan niet van onszelf of van partners. En we hebben zeg maar mensen die in staat zijn om met een standaard aanpak tot oplossingen kunnen komen. Zodat je uiteindelijk, en het is niet alleen om je beschikbaarheid zo hoog mogelijk te hebben, hè, om je downtime te reduceren, maar ook om te kunnen voor zorgen dat je productielijn voldoende snel blijft draaien en kwalitatief goede producten kan leveren. En uiteindelijk tegen zo laag mogelijke kosten, doordat je zoveel mogelijk automatiseert. Nou, ik hoop dat dit zeg maar, het hele onderwerp van onderhoud weer een klein stapje verder maakt. Want het is namelijk niet alleen, zeg maar, gaat niet alleen over voorspellen, maar ook over het nemen van actie daarna. Dan wil ik nog even afsluiten met een klein beetje schaamteloze reclame voor mijn eigen artikel, wat ik op LinkedIn heb gepubliceerd. Waar we jullie in meer detail kunnen lezen over hoe je data kan gebruiken binnen je productieprocessen. En daar wilde ik het voor nu even bij laten. Zijn er vragen? Ik ga even kijken.
Ja, dankjewel. Er is in ieder geval al één vraag gesteld. Die staat onder in de chat. Mm-hmm. Die vraag is, machine learning detecteert associaties. Associaties zijn onvoldoende voor causaliteit, voor beslissingen noodzakelijk. Hoe vaak mislukt prescriptive maintenance om deze reden? Kun je daar iets over zeggen? Heb je daar een beeld bij? Ja, wat je ziet, als je zeg maar modellen bouwt om voorspellingen te doen of om patroonherkenning te doen, dan werkt dat altijd met een bepaalde nauwkeurigheidsfactor. En naarmate er meer data beschikbaar is, neemt die nauwkeurigheidsfactor toe. Dus het antwoord op de vraag hoe vaak mislukt het, is afhankelijk van hoe goed is het model getraind. En hoe meer data er is en hoe beter het model getraind is, hoe vaker het ook daadwerkelijk goed gaat. Dus het is er is niet een hard cijfer voor te geven. Dankjewel. Ik zou zeggen, mensen die vragen willen stellen, die kunnen dat natuurlijk doen. We hadden natuurlijk nog een vraag liggen vanuit een van de eerdere sessies, waarvan ik dacht, misschien is dat ook wel een mooie vraag voor jou. Dat was de vraag van Roeland. Mm-hmm. Is gespecialiseerde kennis nog nodig als alles straks door algoritmes wordt gedaan? Want jij hebt natuurlijk ook wel een paar voorbeelden genoemd van bedrijven waar je geweest bent. Mm-hmm. Ja, ik denk zeker, kijk, er is natuurlijk gespecialiseerde kennis nodig om bepaalde apparatuur te kunnen maken. Ik denk wel dat zeg maar naarmate meer dingen geautomatiseerd worden en verschuift in feite zeg maar de werkzaamheden. Als je zeg maar een proces automatiseert, dan verschuift het werk van uitvoerend vaak naar controlerend. En ja, ook daarvoor heb je wel die specialistische kennis en ervaring nog nodig. Dus in die zin denk ik niet dat de specialistische kennis helemaal verdwijnt. Alleen ja, er wordt natuurlijk wel heel veel kennis wordt in die systemen gestopt. Waardoor je dus andere dingen je op kan gaan richten, zeg maar. Zijn er nog meer vragen? Ik zie ze niet op dit moment. Er zijn nog niet meer vragen binnengekomen, maar er is zeker nog ruimte voor vragen. Dus als mensen ze willen stellen, dan stel ze gewoon rustig in de chat. Dan wachten we even of er nog vragen bij komen. Mochten mensen overigens, ik zie dat ik heb zeg maar ook een QR-code gedeeld voor een podcastkanaal wat wij hanteren. En in dat podcastkanaal, daar moet ik mijn scherm nog even delen. Om dat te laten zien. Dat mag zeker. Ja. We hebben een podcastkanaal gemaakt wat bedoeld is om termen en begrippen en buzzwords heel simpel uit te leggen. En we hebben een hele verzameling aan onderwerpen hebben we in dit kanaal gepost, waarin we interviews van een kwartier geven. Zodat mensen het onderwerp iets beter begrijpen en met wat meer vertrouwen over dat onderwerp kunnen praten. En daar maakt ook machine learning en artificial intelligence en data analytics maken daar onderdeel van uit. Ik heb ontdekt dat het vrij makkelijk te vinden is, Jeroen. Oké. Ik heb er ook wat voor studie vandaan gehaald. Of tenminste, mijn kennis een beetje weer wat opgefrist. Dus dankjewel voor het delen. Ik zie niet nog meer vragen binnenkomen. Dus ik zou zeggen, dankjewel. Graag gedaan. Dan zal ik zelf even weer de regie overpakken. Ik moet zeggen, het enige waar ik vandaag last van had, was een tijdsverschil tussen mijn telefoon en mijn laptop. Dus het kan zijn dat we niet helemaal exact elke keer op dezelfde tijd zijn begonnen. Maar dat vond ik wel grappig in het kader van data, want bij data is dat natuurlijk ook vaak zo. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van dit webinar. We hebben het vandaag gehad over sensortechnieken en een heel stuk achtergrond erbij over hoe het gaat met machine learning, predictive maintenance, condition-based maintenance,
vanuit verschillende invalshoeken natuurlijk. Ik wil de sprekers ook allemaal hartelijk danken voor jullie bijdrage aan dit webinar. We zullen de opname ook beschikbaar stellen voor jullie zelf en natuurlijk ook voor de deelnemers. Dus dan kun je hem later ook nog eens delen met mensen die de sessie wellicht niet live bij hadden kunnen wonen. Ja, ik vond het zelf in ieder geval erg inspirerend. En ik moet zeggen, we wensen jullie dan ook een hele inspirerende toekomst toe. Waarbij we vast nog wel meer hiervan gaan zien. En om het netjes uit te leiden, zal ik jullie nog wat laten horen. Dan kunnen jullie daar misschien nog even naar blijven luisteren of anders afhaken.